ZML zit op 91.7 FM. En op Lim FM, Su, Dap, Frida, 22. Ja, 22 maart 2024. 91.7, limfm su.com. Dat betekent de Masai Arki Tapa Radio en Tapa Internet Radio. En al de mensen die naar ons kijken en die nog erbij zullen komen straks om ook te kijken, niet alleen. Maar voor Arki zou het doen precies. Dit is massa verjaard idee. Hey, take a day. Het is jouw dag. 22 maart, gefeliciteerd. Many happy returns of this day. De mensen die ziek zijn, beterschap. If you de atoso, if you de waar je ook bent, voor behandeling. Misschien ben je bezig thuis uit te zieken. Nou, beterschap en all the best. En de mensen die een sterfgeval hebben, was Mano de Moro, Walobi Wangwe. We wensen Smarati boon voor krakti en boon voor steun vooral de kisi. From a distance van ons, dames en heren. Die mannen hier hebben mij verteld dat je aan ons pot kosi soms maar kosi is de. Mensen zijn zo ver gegaan door zelfs. En dat is wel een beetje gek, no? Door zelfs Chan van langs te geven. Die de man belt op aan nummer 547-331. Omdat, ik heb het zo vaak gezegd. Niet als we uit de lucht zijn, moet u gelijk grijpen naar maatregel. Isabi, maatregel tegen ons, omdat... Wat voor maatregel kan men tegen ons treffen? We zijn natuurlijk in een land waarbij het lijkt alsof alles ondersteboven is. Maar te gek kan het niet worden dus. Ik weet niet welke maatregel men tegen ons kan treffen als we gewoon ons werk doen. En wij ons houden aan alle, hoe zeg je dat, geschreven en ongeschreven regels. Maar ik heb het bekendgemaakt, dus daarom is het goed om te luisteren. Ik heb u gezegd. Toereden naar bodem, ik ben klaar om een privé zani. Dat go valk smooth. Een privé onderdeel en het andere onderdeel, dames en heren, te maken met een technisch aspect. De mannen moesten in de mas. En laat mij u gewoon vertellen waarom ze in de mas moesten. Omdat we onderdeel van op moppen uit de mas in de afgelopen dagen. En dat kan gevaarlijk zijn, want er zijn mensen die op het terrein bezig zijn. Er zijn auto's die geparkeerd staan. Isabi, dus als iets uit naar beneden dondert, dan moet je het heel snel herstellen. Dus de mabim goina mas om dingen te verstevigen. Niet alleen, maar ook gelijk ook te controleren. Dat afveiligheid, nee, jouw probleem. Dus dat hebben ze gedaan. En dat is geen proces van... een half uur, dus ze zijn lang bezig geweest. Het is niet makkelijk om onderdelen daar naar boven te krijgen. Ik kan niet klimmen om het zelf te brengen. Isabi. En ja, de mannen die daar dat gedaan hebben, zijn mensen die ervoor verkarazani naar de Marokko, de Masabasani. Dus als het om het beklimmen van de mas, ik zie me al, dames en heren, 60 meter hangend. Bij een mas. Ik zie dat al voor me. Maar goed, dat is voltooid. Dus dan hebben we dat. Dan hebben we dat onderdeel, dames en heren, gehad. En vandaag zijn we dus weer in de uitzending. Ik ga alvast starten met een call. Een telefooncall. Even kijken als dat lukt. Ik heb straks, eigenlijk moest de gast er al zijn, een studiogast, dames en heren, met wie we dus straks gaan praten. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ik heb aan de telefoon de politiewoordvoerder. Is dat iedereen?
Ja, we hebben de politiewoordvoerder aan de andere kant van de telefoon, meneer Kensmil. Vego. Ja. Ja, rustig, Favé. Goed. Ik heb gemeend om even te bellen in verband met de vermissing van de kinderen. Wat kunt u ons vertellen? Nou, ja, tot op dit moment is het bitter weinig. Die kinderen die zijn tot voor 17 tot 20 minuten terug, toen we voor het laatst contact hadden met de resortcommandant van het station waar de aangifte is gedaan. Was de informatie nog niet binnengekomen dat de kinderen die van huis zijn vertrokken met de schoolbus gisteren en 's middags niet afgeleverd zijn of niet teruggebracht zijn. We hebben tot voor 17 tot 20 minuten terug van de resortcommandant begrepen dat er nog steeds geen zicht is of dat er nog steeds geen melding binnen is gekomen dat die kinderen nu terecht zijn. Dus dat is waar wij op dit moment mee kampen. En het gaat om hoeveel kinderen, wie zijn ze precies? Het gaat om 3 minderjarige kinderen en 2 meerderjarige kinderen. Eén van 21, één van 25. En ik zal even stel het bericht voor je moeten opengooien ten aanzien van de leeftijd van de minderjarigen. Maar misschien kunnen we het even alvast over een ander deel hebben. Dan maar als ze in gezelschap zijn van iemand van 25 jaar, niet weer was 21, zei je, no? Je viel even weg, wat zei je? Als ze in gezelschap zijn van eentje van 25, ja toch? Nee, ze zijn niet in gezelschap van de meerderjarigen uit huis vertrokken. Ze zijn 's morgens met een schoolbus vertrokken en de meerderjarigen die zijn op eigen kracht, die zijn zelfstandig uit huis gegaan. Oh, die zijn apart vertrokken? Ja, die zijn apart vertrokken, ja. Ja, en geen van de... Ja, oké. Okay. Maar dat is wel opmerkelijk, no? Ja, het is opmerkelijk. Alleen, we zoeken. En ik wil deze gelegenheid gelijk gebruiken om de samenleving te vragen ons te helpen zoeken naar deze 5 personen die op dit moment nog onvindbaar zijn. Ja, maar de minderjarige kinderen, misschien ben ik een slechte luisteraar hoor, sorry. Maar die minderjarige, die Chiwan toch, die zijn met de, met de schoolbus, zei je? Ja, met de schoolbus zijn ze 's ochtends uit huis vertrokken. En in de middaguren moet de schoolbuschauffeur hebben aangegeven, dus dat ze die kinderen niet heeft gezien naar de school. Ja, zoals ze ze gebruikelijk ophaalden. En dat heeft erin geresulteerd dus dat de moeder aangifte is gaan doen van vermissing van haar kinderen. En er is gelijk een zoekactie op touw gezet door de politie. We vragen gelijk aan die samenleving om voor zover zij informatie hebben. Ik denk dat via social media dat de foto's van de kinderen gedeeld zijn. Dus we vragen dan aan die samenleving voor zover ze informatie mochten hebben over de verblijfplaats van deze kinderen, dat ze dat zo spoedig als mogelijk met ons delen. Ja, heeft de schoolbuschauffeur correct gehandeld? Tot op dit moment is er geen reden te vermoeden dus dat er anders gehandeld zal zijn. Ik denk, zoals het geheel eruit ziet, is het de normale gang van zaken geweest? Nee, maar ik bedoel... Kinderen ophalen. Nee, maar ik bedoel, if you go to Grimchi en je ziet ze dus niet, wat zou hij, moest hij niet wachten of vragen aan de leiding van de school? Iets in die zin van, ik zie 2 of 3... We gaan ervan uit dat de schoolbuschauffeur
die verantwoordelijkheid aan de dag heeft gelegd om te zoeken op het terrein. En daarna de moeder in kennis te stellen. Ja, van het niet kunnen treffen van die scholieren. Ja. Nogal een vreemde case hoor. Ja, een vreemde case. Maar laten we hopen dat we die kinderen zo snel als mogelijk vinden. En dan kunnen ze verklaren waar ze naartoe gebracht zijn. Ja, oké. Okay. Kom de place code. Of waar ze waren. Ja. En iemand die heeft ze daar op het terrein van de school gezien zien vertrekken of zo. Ik denk maar dat jullie dat reeds hebben onderzocht. Dus de politie die zal zich vanochtend sowieso naar de school hebben begeven. Om te informeren of de kinderen daadwerkelijk tot en met 1 uur tenminste de lessen gevolgd zullen hebben. Maar de focus is op dit moment meer op het vinden van die kinderen. Ja, dus wij wachten af als afdeling die informatie moet delen met die samenleving en tips die gegeven kunnen worden, ja, die kunnen gegeven worden via onze 115-lijn. En men kan doorverbonden worden met het station Santo Boma, waar de aangifte gedaan is. Oké, nou, ik denk dat ze wel veilig zullen zijn. No? Laten we hopen. Laten we het hopen. Ja. Hoe zit het met de voorbereidingen van de overdracht of de installatie van uw nieuwe leiding? Nou, met de... de gebrekkige middelen ter beschikking. Ja, proberen wij de vooroefeningen zo goed en zo kwaad als mogelijk. Proberen wij die te draaien. Dat loopt vlot. Daarover geen noemenswaardige opmerkingen. We zitten alleen met een manschappen, met een capaciteitsprobleem. Dus op het vlak van de manschappen. Omdat er verschillende andere activiteiten zijn. We zitten onder andere met die afgesloten Saramaka-Dorsdijkbrug. Je hebt nog andere activiteiten als het constitutioneel hof enzovoorts. Dus andere soorten gewerkingen die op de geregelde of de werkzaamheden van de politie, waardoor je op een gegeven moment even komt te zitten met een beetje minder manschappen. Maar voor de rest, voor oefeningen, we zijn in principe gereed. Dinsdag hebben we de generale oefening en deze donderdag volgende week, aanstaand 28 maart, dat we de commando overdracht hebben. Oké, okay, als er niks te melden valt verder, dan gaan we elkaar groeten. Of je een transpant hoor, Jimmy? Nee, spant hoor je altijd. Alleen voor wat bepaalde territories betreft. Dus de zaken die samenleving enigszins bezighouden deze dagen. Met betrekking tot gedragingen van politieambtenaren. Wij hebben. Ik wil vragen aan die samenleving nog wat geduld te betrachten. Korpsleiding die zal op het voor haar geschikt moment zal zij duidelijk aangeven over wat er allemaal moet gebeuren en wat er niet zal gebeuren. Dus het is kennelijk niet zo'n groot probleem als gedacht wordt, maar we moeten toch wel even wachten op onderzoeken die verricht worden door de verschillende politiediensten, de onderzoeksdiensten bij de politie. En voor de rest, die samenleving die zullen hoog te houden. Wat van belang is, is dat nimmer het idee moet ontstaan als dat scheve schaatsers de hand boven het hoofd gehouden zal worden. Dat zal absoluut niet gebeuren. Ja, we hebben een verantwoordelijkheid als politieorganisatie. We
dat enkele politieambtenaren deel zijn van onderzoeken die op dit moment lopen. Maar desondanks zullen we moeten wachten en kijken wat het resultaat zal zijn van onderzoeken. We moeten de onderzoekers de ruimte bieden om hun ding te doen. We wachten op de resultaten om die dan te presenteren. Abon, dankjewel Inspec voor being here vanmiddag. Veel succes. Ja. Thank you very much. Oké. Okay. Milton Kensmil is de woordvoerder van het KPS, het Korps Politie Suriname. Dames en heren, ik heb twee verzoeken binnen gehad van mensen die vragen van hey, Arkina. Ik heb een lezer die me voor zich bij een bagan natori. Twee dingen zou ik moeten lezen. En dat is na eerste wang. De mij klagen, oh ja. Dat heeft te maken met de mannen die bij onderwijs werken. De man dat ik aan minister hoorde aan het lijntje. De boot- en bushouders. Isabi, en die mannen zijn in actie. Vanaf vandaag is het 22, toch? Ja. Vandaag zijn ze, is dat ja niet waar, ze willen maart. Het bestuur komt straks bij in om te praten, een beslissing te nemen. Het was gisteravond. En de man zei, maar goedenavond, zoals afgesproken heb ik niks gehoord van de minister. Betekent vanaf morgen alle bussen in de garage en alle boten aan de ketting. Zo alleen komt er een oplossing hoor. Je ziet voor snelle oplossingen kom. Schoolvervoerders vandaag in actie. En meneer Pocky ook toe voor organisatie van bushouders. Heeft, zie ik hier een interview met de mannen van Suriname, Herald. Een paar weken terug had ik hem eigenlijk een soort halve afspraak met hem. En Atra verzoek naar goedemiddag Cliff, kan je wat nader ingaan op de digitale loonstrook welke de overheid wil gaan introduceren? 1. Heeft de overheid met de banken gesproken? 2. Hoe doet iemand die een lening wil sluiten met de bank als die niet goed gecommuniceerd is? Als niet goed gecommuniceerd met de banken. En 3. Hoe doen of doet iemand die wat op huurkoop wil afsluiten met een zaak? Is er ook met deze groep gecommuniceerd? En 4. Waarom moet jij als ambtenaar zoveel zaken en of stappen bewandelen alvorens je tot men gaat bevestigen? 5. Als ambtenaar heb je ook toch een personeelsnummer. Waarom werkt men gewoon niet daarmee? Maar moet jij dus nu allerlei zaken komen invullen? Kan je AUB checken, want het wordt straks weer zoiets als de zogenaamde verplichte ambtenarenregistratie. Check het even. Oké, dan gaan we dat checken. Alleen kunnen we dat op dit moment niet zo checken. Maar het wordt gecheckt. En iemand vroeg ook, zeg ook wat over het labwerk aan de Gompertstraat. Nou, ik heb het zelf nog niet gezien, maar ik denk dat ik baga natorimo rij uit even. Isabi, ik weet niet als ik het dat moet overnemen als het inderdaad gaat om labwerk. Maar in mij met Gompertstraat en ik hoop dat de man me kan dat een boom vastzien. En dat we niet na een paar maanden, dat blijkt dat je dus weer niet flexie daar kan rijden met je wagen. De werkzaamheden, de mannen roken op een westelijke rijbaan. Het deel tussen de Rembrandtstraat en de Picasso-straat. Als het niet nodig is, ga daar dus niet rijden. Ik ga wel later even piepen om een beter beeld te kunnen krijgen van wat er daar gebeurt en waarom sommige van de mensen klagen. Klagen de mensen omdat ze gewoon willen klagen? Klagen ze omdat ze zien dat het prutswerk is? Of willen ze gewoon iets goeds waardoor ze bepaalde opmerkingen maken? Dat zal ik dus de Mataki China Bribi. Samuel Kuik is in de studio. Amamboja is dema door afwezigheid. Daman Kong, je gaat verloren achter de microfoon omdat je dat ding hebt verplaatst. Ja, je mag hem precies zo laten, want je hebt een krachtige stem. Maar die zijn mijn vrienden, jongens, want Taliban nu. Ja, een beetje andere look. Ken Kassanipchin zo. Je bent een andere look. Milo ben, ja. Andere look, ander gevoel.
ik ben gewoon anders, ik ben authentiek en dat doe je eigen dingen. Ja, en ik ja. heb heel veel complimenten gehad, dat is belangrijk. Ja. Men vindt het leuk. Ja, en waar ben je maar op je? Ja, ik ga het nog een beetje aankweken. Ik wil dat het een beetje strakker en voller zit. En ik denk dat dat voor de komende tijd mijn look gaat zijn. En Milo ben zo. Ja, je was de vorige week bij Gerald. Ja, dat klopt, ja. Iga NDP. Eigenlijk moet ik zeggen, je bent weer bij NDP. Maar je bent natuurlijk dat niet komen bespreken. Je hebt een ander onderwerp. Klopt, ja. Klopt, ja. Maar laten we toch even daar dat even snel doorfietsen. Ja. Laat me de mensen even groeten. Ja, natuurlijk. Ga je gang, sorry. Dames en heren, senioren, burgers, jongens en meisjes, kijkers en luisteraars van Lim FM. Ik groet u allemaal met baru allemaal aan sweet olie. Namaskar, salam alaikum. Jij hebt Samuel altijd iets te vertellen. Ik zei in de uitzending hier binnen hoop dat ik hier naam tapo. Isabi, je weet, wij zijn gewoon, weet ik, gewoon vazande en mitaki. En man, kijk ook eens spannend, maar hij is naar NDP. Want hij is een moeilijke jongen. Moeilijk in die zin. Je weet, ik denk niet dat politieke partijen echt zitten te wachten op kritische mensen. Het is een gedachtegang, Limbo. Het is een gedachtegang. Ik heb tot dit moment, een hele tijd, ik heb me geprofileerd. Ik heb links en rechts gekeken, Miluku links en rechts. En wat me inderdaad is opgevallen, dat ik een heel moeilijke ingang had bij de andere politieke partijen. En juist... Welke andere heb je geprobeerd? Weet je, ik wil die namen niet noemen. Maar ook dus de andere naast... NDP was niet je eerste keus? Nee. Je kijkt, ze hebben me ook benaderd. Maar je hebt een belangrijk punt daar aangehaald. Ik zou een boom belangrijk zijn voor een visie. Agerlijk solisie if je mondig je tak de matak je tak toemsi. Je tak tak voeru. A politiek systeem voor Serrano Lobasan dat. Maar de partijen op tak maar ze dat tak hier. Dat klopt, maar... Je doet mee of je doet niet mee? Je doet mee of niet mee, maar ik heb wel, ik moet zeggen, de mensen kennen me binnen de NDP, nu. Ja, want jij was vroeger geluidsman, ja, toch? Ja, klopt, ja. Ik ben begonnen tijdens de periode van meneer Carlo Gottlieb. Ja, ja. En ik was toen aangetrokken, ik was de soundman. Ik moet wel zeggen, het was een keihard, heel mooi systeem. Toen de tijd met Purple Sound. Je bent jong, je daar scoren, je poesel, je pompoe, je bedrijf. En daar heb ik een beetje, ben ik binnen gewandeld met Welen, tante Clary Linger. Zijn mensen die me eigenlijk naar binnen. En je was een kind aan huis. En totdat je anders denkt en je past niet in dat systeem. Op een gegeven moment, Igwe. Waarom ben je eruit? Omdat je, kijk, je bent, net zoals je bent, je ziet ook anderen, je wordt oud, je wordt, je grokong, je bent jeugdig, trasane harju. En op een gegeven moment ben ik mijn dingen gaan doen, totdat ik weer voor mezelf op deze leeftijd dat ik ben, volgend jaar word ik met de genade van Yeshua HaMashiach, met de Heer daarboven, word ik 50. En weet je, ik werd een beetje weer rustig leven en ik denk dat ik een beetje wijzer ben geworden, in de zin van... Ik wil een keus maken. Ik heb rondgekeken. Ik heb gekeken naar dingen die zijn gedaan. Niet zijn gedaan. Ik heb dingen bij elkaar gezet. Uiteindelijk denk ik dat voor de tijd dat ik nu leef. Voor de tijd dat ik nu heb. Voor Atenza Denonude. Mi denk ik dat ik moest kiezen voor de Nationale Democratische Partij. Voor de dingen waarvan ik denk dat ik mijn bijdrage ga leveren. Maar die dingen die je gezien hebt toen. Die je dus gestoord hebben. En je dacht je gwe. Die dingen zijn er niet meer in die partij. Nee, ik heb ze tot het moment dat ik de laatste keer daar was en ik gesprek heb gehouden. Minoshi desan dat moro. Minoshi moro. En sambe desan dat. Weet je, het waren alledaagse dingen. Dingen zoals, je hebt een gedachtegang, je hebt een kennis. Maar anderen die het niet hebben, die kennis, worden toch ingezet om datgene wat je wil doen met jouw kennis. Omdat anderen die geen kennis daarvan hebben, het toch worden ingezet. Ik heb gezien dat men gaat richting... Ik heb ervaren dat de Nationale Democratische Partij... Iedereen maakt fouten. Ik heb die fouten van de NDP gezien. Zij hebben het zelf erkend. En ik ben ingestapt bij een erkenning, Limbo. Dit is belangrijk. Men heeft gezegd, Samuel Kuik, wij erkennen dat wij fouten hebben gemaakt. En ik heb gezegd, bent u bereid uit die fouten te leren? En bent u bereid bij te schaven? Ik heb een bepaalde kennis en kunde. Bent u bereid
mijn kennis en kunde te accepteren om het geheel te helpen aansturen. En Limbo, de NDP heeft me gezegd ja. En ik ben blij dat ik ben verwelkomd bij meneer Nelson en zijn team van het wetenschappelijk bureau. Ik heb mij intrek genomen bij WB, wetenschappelijk bureau. Daar zit ik met mannen, ik heb ze al een beetje ervaren. Zo snel niet, ja. Zo snel niet door het wetenschappelijk bureau. Ja, je dus een nieuwkomer. Je profileert je toch? Hoe lang ben je al bezig met die mannen? Limbo, ik niet zo lang je voor hier hangen, vrouw toch. Je bent al een tijdje met... Alle hele poos. Maar ik had die overtuiging niet, Limbo. Mm. Je moet soms overtuiging hebben. Totdat de NDP mij heeft overtuigd. En ik ga je zeggen waarom ik geen overtuiging had van andere partijen. Er is een politieke partij die een behoor in de agrarische sector, in de agricultuur, in de agrarische sector van Suriname, hebben ze zo een blunder geslagen bij Staatsolie in Wageningen. Waar 80 miljoen US dollar over de balk is gegooid. En niemand is bereid daarover te praten, Limbo. En niemand is bereid verantwoording te nemen. Terwijl men een hele berg vuil gooit op een andere partij. Als die mensen eerlijk voor de dag waren gekomen te keren, om ik kwam fout. Het is verkeerd gegaan daar. We hebben onze fout ingezien. We willen veranderen. We willen weer op het rechte pad komen. Dan waarschijnlijk, hoor Limbo, had ik misschien ook voor hun gekozen. Maar voor dit moment dat ik hier zit bij jou, door deze zwarte microfoon, Alasma Earki, Samuel Hendrik Kuik alias Slimmy, geboren op 28 november 1975. Ik heb gekozen om mijn krachten, mijn kennis en mijn kunde te stoppen in waar ik denk dat het verkeerd is gegaan, om te helpen dat wat verkeerd is gegaan, dat eigenlijk rechtgetrokken wordt. Je moet naar mij kijken, hoor. Anders lijkt het alsof je een toespraak houdt. Oh, sorry, ja. Mm-hmm. Dus dat wat verkeerd is gegaan, Limbo, ik wil daar een bijdrage aan leveren om het te versterken en om mee te participeren, om participeren, niet alleen denken. Maar ik wil mee participeren aan het proces, omdat ik wil de volgende generaties na mij, die heeft me klaar, ik ben Limbo. Klaar, ik ben zo meteen ga ik je aangeven. Ik wil die volgende generaties consolideren door mijn kennis en kunde. Maar voor mij is het nu de namantag acht met samen keukenloom hier. Dan gewoon gaan we een koe idee naar. Nee, Limbo, dit is een heel belangrijk. Is een heel belangrijke vraag, nou een belangrijke vraag. Ik zeg aan die persoon, go tap social media, go toets in tap Google, terwijl met taki toets in tap Google, Samuel Kuik in Suriname. Go look a track record voor Samuel Hendrik Kuik, wat ik heb geprobeerd om te doen, zonder de politiek voor de Republiek Suriname, met mijn eigen geld en met geld van andere mensen die mij geld hebben toevertrouwd, omdat ze hun geld met rente terug willen hebben. Ga kijken wat ik heb gepresteerd. En vandaag ben ik bij Limbo om één van die belangrijke dingen, waarvan ik denk dat onze leven elke dag wordt verkort. Vandaag wil ik die vraag van Limbo aan die persoon beantwoorden met wat ik hier ga presenteren. Ja. Maar Samuel, noem ik me kwalijk. Is dat niet aan mij zo verie? No. Voor zo begin te gaan, want die man heeft allerlei flesjes gebracht hier, ik weet niet wat die dingen zijn. Ja. Op alles wat badrajas waren. No. Ik heb geen geesten. Belangrijk is... No, dat is het. Ik heb geen geesten in die flessen. Mina je in de badra. Let jij op baster. Die chassan kon je badra. Baster op baster. Ik heb ook een paar handschoenen voor je gebracht. Gewoon handschoenen waarvoor? Straks om te beleven. Ik ga die dingen niet aanraken. Nee, maar het is belangrijk omdat ik iets zelf heb gemaakt. Ja, maar jij kan ze aanraken. Ik heb ook handschoenen aangetrokken. Ja, dat zijn disposables, die wearing. Het is belangrijk. Ja. Ik kom hier met veilige dingen. Ik Samuel. Heb altijd veilige dingen. Voor zo begin je over die flesjes van jou. Ja. Dat is geen reclame voor een bedrijf. Nee, dan ga je helemaal betalen. Hè? Nee, dan ga ik zal het dan betalen bij Lim. Luister dan, Samuel. Vervelende opmerking, maar... Bakanatori en de maat geef ik je naar politiek, moet je tegen een stootje kunnen. Dat klopt. Je was in een hele tak-takkie met die mannen van... Hoe heet die guys weer? De nieuwe partij, no? A20? Nee. De nieuwe beweging. Ja, van Samson, ja. Als een tjawaheer tak-takkie. Ja, een tjawaheer. Je vindt dat de man vooraan veel. En dat ding is dood. Nee, ik weet het, want ze zijn bezig. Wat ik heb begrepen is, de president zou weigeren, mm-hmm, om zijn handtekening te plaatsen
zodat nieuwe partijen kunnen worden opgericht. Mm-hmm. Er is nooit daar op een duchtelijke wijze op gereageerd. Dus ik weet dat het waar is. Oké, prima. Maar de man dacht, maar Lem, je zat je tijd te verdoen daar met die keuk. Die man loopt haast alle partijen aan en af. Aan een partij. Wat man dacht, die jongen is gek. Limbo kijk, weet je. En ter voorkoming, dat kan Santroa, Johario, Trusso. Ja. Dan heb je dat EU Libas aan, niet? Nee, het is goed. Maar welke garantie kan je ons geven? Ja. Hoezeer ik weet dat Ino Konso bij zo'n programma met zo'n grote kijk- en luisterdichtheid. Mm-hmm. Om jezelf voor schut te zetten, toch? Ja. Welke garantie hebben we dat de man die hier zit zuivere intenties heeft? Ik ben mijn moeder, mijn weilen moeder, Bea Bawani Bik Pachai. Ze is heel jong, is ze bij de maker teruggeroepen. En ik kom uit de ghetto. Ik ben geboren in de boer buiten. Ik ben geboren waar elke avond messen steken in andere mensen hun lichaam gingen en schoten. Daarna ben ik verhuisd naar tussen Benny's Park en Munder. En daar ben ik opgevoed. Ik weet wat pinari is. Ik bracht brood met melk en suiker naar de Munderschool. Ik kom uit een gezin waar mensen naar ons opkeken. En mensen zelf hadden gezegd aan mijn vader, Amikip Chilik Alata. En vandaag zijn die ratten groot geworden. Mijn broer, mijn grotere broer, is afgelopen week bevorderd tot tweede luitenant in het Nationaal Leger. Ik heb mijn zussen die niet wonen in een stichtingwoning of die niet wonen in een krot in Nederland. En die hun krachten daar geven en hun eigen wel en wee hebben in een huis, een behoorlijk huis, een eigendom. Ik heb mijn andere broers, ik heb een broertje die ook technologie naar Suriname heeft gebracht. Hij is bekend en befaamd met de meeste, beste geldtellermachines in Suriname. En zijn spotje draait bij Lim FM. Ik hoef geen reclame te maken omdat het al bekend is. Maar met jouw toestemming zeg het toch in Ino Atibrong, CSMI. En we weten... Oh, kom baka, omdat een beetje moeilijke tijden in Nakamang. Moeilijke tijden in die economie. En heel eerlijk proberen wij onze geld te verdienen. En ik ben blij met deze vraag, Limbo. Mide breedinange afvraag die zie. Omdat ik een goede ondergrond heb. Ik ben een beetje rijp geworden. Ik word 50 jaar. Ik probeer te wandelen met een beetje wijsheid. Want kennis is niet alles. Ik heb studenten van de universiteit die hun bachelor en hun master van FHR. Ik heb studenten biologie van IOL afgeleverd die bij mij zijn gekomen op mijn farm, op pond buiten in een ghetto buurt. En vandaag aan de dag floreren ze. Ik heb afgelopen week nog een student die zijn master met zijn master bezig is af te ronden. En ik heb ze begeleid. Ik heb een goede ondergrond. En als er één woord is wat ik aan mensen wil leren vandaag, jonge mensen, jonge mannen en jonge vrouwen, er is één woord wat heet in het Engels ambition. Wees ambitieus. Ik heb ambities. En mijn ambities zijn, is wat God op dit moment in me heeft gezet, is om Suriname te helpen naar een volgende level. Ik denk dat ik mij daarvoor geroepen voel, omdat ik genoeg heb gedaan in Suriname. Wat ik heb gezet voor de mens, voor mensen en dieren heb ik het gezet om te kijken wat ik heb gedaan. Dus wat anderen willen zeggen, mogen ze zeggen. Maar een mooi ding is er. Jouw daden zullen jou volgen. En mijn goede daden zullen mij volgen, Limbo. En ik denk dat ik hier zit intrinsiek om een bijdrage te leveren. Laat me die personen zeggen. Ik ben 2 keer in mijn leven recruit geworden. Niet iemand erin kan dat. Minokolo. En if me elo, bouta leer me wansani, mek me loso. Maar samishino, dat furumang eloso. If je loso, Limbo, dresino de jare. Kan ik zo, ik ga vinden, ik kom zo roen. Maar minoloze ook toe eten. Wat ik heb neergezet, ik heb Suriname proberen te passen. Vandaag, als je kijkt naar alle groeten, ik weet niet of je ze hebt gezien, laten we een voorbeeld nemen. Ken je die grote televisies op straat, we noemen ze digital LED billboards?
Samuel Hendrikuik, die hier voor jou zit in de studio van Lim FM, in 2009 heb ik het eerste ledbord gebracht. Het was aan het gebouw van meneer Ramdien aan de Zwartoevenbrugstraat, oud-directeur van Suralco. Daar heb ik mijn eerste bord gezet. De tweede persoon die na mij een ledbord heeft gezet is Gerald Servet. En na Gerald Servet heb ik 4, 5, 6 gezet. En nu ben ik blij dat die technologie... Ik zag Suriname als een Las Vegas. En nu loop ik in een kleine Las Vegas. Limbo, je moet Suriname kunnen plaatsen ergens. En ik had dat idee. En ik heb het gedaan. Maar en het heeft me ergens gebracht. Maar wat wil je mij exact met deze opbouw vertellen? Zeggen. Met deze opbouw wil ik je zeggen. Ik bekijk Suriname naar in perspectief van... Al wat trefosa. Al wat goed is te betrachten... Dat geeft aan ons land waardij. Heri libi tena dede. Wisa feti gisranang. Gisranang. En daarvoor ben ik hier. Voor de komende tijd ga ik zo blijven. Ik heb een vaste ondergrond. Ik heb een goede ondergrond. Ik steel niet. Ik heb een leven, een goed leven. Ik, met de genade van de Yeshua HaMashiach, ben ik gezond. Ik mag zo meteen 50 verwelkomen. Ik heb een lief gezin. Mensen onderhouden mij niet. Ik werk keihard dag en nacht in de zon. En of ik nou donkerblauw of paars of bruin word, dat vind ik goed, zolang ik kan ademen. En ik heb 10 vingers en 2 handen en ik gebruik ze. En één van die dingen ga ik u straks tonen. Ik ben intrinsiek bezig. Intrinsiek is het moet vanuit je binnenste komen. Elk mens maakt fouten. Wie geen fouten heeft, Limbo, werpen de eerste steen. Nergens op social media, nergens in Suriname, bij geen enkele bank, zie je dat Slimmy een oplichter is. Heb ik een staartje van whatever achtergelaten. Integendeel. Oké, dus ik kan gooien naar politiek. Niemand kan dus een of andere opmerking maken. You're clean. Limbo, nanga braadkant heeft mimo voor met actide baka isrija. Samuel Hendrikuik is clean. Ik ben 100% schoon en ik denk niet dat er iemand nu en de komende tijd zal zijn die mij zal bevlekken. Wat wil je bij NDP? Wil je in, en dan moet je ook net zo open, want misschien dat je takkie, from the heart, gelet op je potentie en wat je allemaal hebt meegemaakt, heeft mijn Arkie zei takkie, ben je niet daarom in het wetenschappelijk bureau te blijven, toch? Op de eerste plaats, je moet... Er zijn verkiezingen volgend jaar. Limbo, je moet een plek kiezen. Om te beginnen. Om te zeggen, ik heb iets in mijn... Ik heb iets in mijn gotro. Ik heb iets in mijn lichaam. En dat moet ik ergens kunnen inzetten. En het wetenschappelijk bureau WB heeft me verwelkomd. Van daaruit, met hun... Het is geen one-man show. Is geen eenrichtingsverkeer. Limbo, vandaag dat ik hier zit achter de microfoon is omdat ik kan tegen kritiek. Kritiek heeft mij groot gemaakt. Soms deed het me pijn. Soms huilde ik in de kamer. Soms kreeg ik hoofdpijn. Soms ben ik ernstig gegaan en ik heb het uitgegild, mijn baring. Ik heb het uitgegild. Kritiek. En ik heb gezegd, ik wil goed van worden. Positieve kritiek. Negatieve kritiek krijg je ook, maar laat het langs je heen gaan. Maar positieve kritiek is hard. Atranga. Vooral als je weet dat het je gaat vormen, Limbo. Ik heb die momenten meegemaakt. En wat ik wil doen via WB, wil ik met WB en alle anderen grootdenkers. Limbo, ik ben, laat me direct zeggen, ik ben een grootdenker. Wat ik van mezelf nu heb gemaakt, met de fouten die ik heb gemaakt, is omdat ik een grootdenker ben. I'm a big thinker. En ik ga voorlopig zo blijven. En vanuit die gedachte wil ik ondersteunen geven aan de Nationale Democratische Partij, dat zij, want kijk, Juno kan go om taki miwani, miwani, miwani. Dat is dat oud systeem. Is niet goed, Limbo. Limbo, laat men iets in jou zien. Make this machine. Weet je, ik wil bij de NDP zijn en ik moet zijn naar zout. Is dat naar zout toe, Limbo? Is dat naar zout toe? Zout maakt het verschil in alles. Zout toe echara kenki kong. Inanyang. Ik wil het zout zijn bij de NDP. Ik wil het verschil uitmaken dat de NDP zegt, van Samuel Hendrikuik alias Slimmy. Wij denken dat wij geen enkele kant op kunnen dan jou in die richting te duwen waarin je goed bent. Want Limbo, ik zeg aan iedereen, gebruik mij. Limbo, gebruik me waarin ik goed ben.
Zet me niet waarin ik niet goed ben. Zet me niet waarin ik niet gestudeerd heb. Zet me in de richting waarvan ik weet dat ik resultaat kan halen. Want tot nu toe... In welke richting is dat? Ik heb biotechnologie gedaan. Het is mens, dier, is die coloratie tussen mens, dier en milieu om dat zoveel als mogelijk in stand te houden, Limbo. En ik wil daarin uitblinken. Ik ben een uitblinker, Limbo. En ik wil daarin goed zijn om Suriname te dienen. Want Limbo, ik zit hier, die video is op mijn Facebook. Mijn eigen septic tank. Wat deed mijn collega's septic tank? En mijn legging en mijn breedte. Want men had een meme voor me gemaakt. Mijn vriend Richanel had me getekend. Ik kon snel, want volgens mij... Bij mijn actie, waar ik de overheid al lang vraag. Gima poepen. Kan je je voorstellen? Geef me die vieses, geef me die fecaliën. Het is plat uitgedrukt hoor, gima poepen. Want ja, Limbo, ik doe aan transformerende leiderschap. Limbo, wanneer ik ergens kom, wil ik transformeren. Ik neem mijn septic tank, Limbo. Ik transformeer het tot iets nuttigs. Wat ik wil doen is, alles wat een last is voor mens, dier en milieu en voor de regering, wil Samuel Hendrik Kuik transformeren tot een deugd. Het staat op Facebook, ga het bekijken. Ga kijken dat het is gebeurd. Ik kook met mijn eigen gas uit de septic tank. En Limbo, Surinamers moeten dat gaan leren. Waarderen om dingen te transformeren, want... Dat hebben we nodig, want weet je wat? Europa en Amerika en Azië gaat niet naar ons toe komen, Limbo. Taktiki doing. Nee, want zij willen ons voorzien van fossiele brandstof. En de regeringen doen altijd de gemeenschap tekort om wat een last is voor hun en het milieu, zij niet eens kunnen transformeren. Hier zit Wamans Dovesuja. Temi konayu met transformeren. Maar nou, ligt onder de hamer. De Nationale Assemblée. Milieu, ja, die milieuraamwet. Ja, ik ben blij, ik heb met Weilen, Meheso, rest in peace. Ik weet dat je hem kent. Ik heb getimmerd bij die eerste milieuraamwet. Heb ik uren, dagen, nachten gezeten met Weilen, Winston, Lakin. Amangbe, apwa, boem, ati. Ja. En ik ga je wat zeggen vandaag, Limbo. Minister Laskin heeft een boot met brandblusmiddelen gedirigeerd uit de water van Suriname. Met een paar... tientallen miljoenen dollars die iemand naar Suriname had gebracht. Minister Whelan, minister Lakin, dirigeer Abotogwe, Limbo. En ik zeg, wat hij niet heeft kunnen doen, Limbo, als ik de gelegenheid krijg, ik ga me duwen in de richting om die gelegenheid te krijgen. Ik wil de agrarische sector zodanig transformeren. Ik wil het milieu zodanig transformeren. Dat de komende generaties geconsolideerd is. Wat er nu gebeurt, is een uitgebreidelde vergiftiging van mens, dier en milieu. En daarvoor ben ik hier. En daarvoor ben je hier. Ja. Oké, en je hebt dus een paar... wat zijn je? Limbo, laat me hiermee beginnen. Als wij praten over de transformatie van wat een last is voor mens, dier en milieu... Heb ik hier, ik wil het voor de camera houden, ik hoop dat het goed is. Mm-hmm. Limbo, hier heb ik het proces wat ik, Samuel Kuik, op gang heb gebracht in Suriname. Ik heb het niet uitgevonden. Ik heb het op gang gebracht met mijn eigen kennis en met mijn eigen geld en geld van anderen. Geen geld van donormiddelen, geen geld van regeringen. Met geld van mensen die bereid waren mij te ondersteunen. Limbo, hier is een probleemvraagstuk. Een problematiek. Dat langer dan mijn leven duurt in Suriname. En dat is wat wij noemen paddikaf. Hier zie je paddikaf. Limbo, diezelfde paddikaf heb ik genomen. Ik heb het gezet in een reactor die ik heb gebouwd. En die reactor heeft deze kant wat je nu in beeld ziet. Dat is de beste biologische pesticide die we uit diezelfde paddikaf hebben gehaald. Is een pesticide. In vergelijking met chemische pesticiden, welke ik je zo meteen ga tonen. Ik heb die paddikaf genomen en ik heb het getransformeerd tot een herbicide. Fukir grasi. Je ziet het, Limbo. Is paddikaf? Dus men gooit het weg. Je mag het misschien zeggen. Het vloeistof is... Dat is het eerste vloeistof noemen wij houtazijn. Mm-hmm. Of husk vinegar. Het is azijn onttrokken uit die biomassa. We noemen dat biomassa afval. Is groene afval. Alles wat biomassa afval is groene afval. Kan je vaak aan een houtazijn. Het is een aftreksel. Het is een azijn. Het is een zuur. Het is een sap. Dat je van onttrekt onder
een bepaalde temperatuur. Oké? En limbo, dan blijft iets over. Kijk, hier is een zwart ding. Dat is die afgebrande paddikaf. En dat is een biologische ureum. Het is een grondverbeteraar. Het is carbon. Het is gebrande carbon. En weet je wat dat doet, limbo? Is op zijn dat te doen? Asandis ei poer vergif uit dat grond. Van mijn vergiftige bodem. Kijk het hier. En dit is een heel goede waterfilter. En limbo, al die studenten komen bij mij. En je traint ze, je leert ze. Uit iets maken wij. Uit niets maken wij iets. Limbo, dat heeft Suriname nodig. Een transformatieproces moeten wij op gang brengen om volksgezondheid in stand te houden. Want limbo, ik heb me kapot geërgerd. In een van jouw uitzendingen afgelopen week, deze week nog, heb ik de minister van volksgezondheid horen zeggen. En alsjeblieft limbo, corrigeer mij van Slimmy, you fout, you wrong, you're wrong. Ik sta open ervoor. De minister van Volksgezondheid heeft in een uitzending hier gezegd via Lim FM dat doodsoorzaak nummer 2 in Suriname is kanker. Sma et dede fu takrusiki na het doodsoorzaak nummer 2. En limbo, het heeft me verschrikkelijk gehinderd omdat ik ook dokter Asha Mungra in het verlengde van dat gesprek heb gehoord. En het heeft me verschrikkelijk als technocraat gestoord. Als aan Stormy Valk. Dat minister etak Wansani en minister etak A, minister etak B, C, D. Als je A zegt, moet je ook B zeggen, moet je ook C zeggen. Omdat wij er gevoegelijk ervan uitgaan dat de minister code to code een geschoolde meneer is met een bepaalde basis op die maatschappelijke ladder. En daarvan uitgaande, met ik Asandati, kennis aan minister Abi Mitekeng. En mijn potting in dagelijks praktijk voor mij, voor Samedu. En Sammy Conchie Limbo. De oorzaken. De oorzaken. Hmm. Ik zeg van, de dood moet een oorzaak hebben. Dede moest op wat oorzaak. Limbo, tide mi kona yuna limbo, na lim FM, fusor yu wazani. Mi go gena gewoon, willekeurige supermarket. Gewoon in je buurt die limbo. Limbo, you can go na alle bouwmateriaalzaak. En look one product, ja. Mi neem ik reclame. Ik maak geen reclame. Laat het duidelijk zijn, dames en heren. Ik ben niet hier om milieuvervuiling te promoten. Of milieuvervuiling te verheffen. Ik ben hier om milieuvervuiling te saneren. Ik ben hier om een bijdrage te leveren om milieuvervuiling tegen te gaan. En de toekomst van de komende generaties van mijn dochter van 21 jaar. En van haar komende kinderen en van jouw kinderen te consolideren. Wat we fout doen, ben ik hier gekomen als een stem om die te corrigeren om de toekomst te bepalen, limbo. Hier zit in mijn hand glyfosaat. Gewoon gekocht zo net voor Smireikong. Limbo, het is een verboden spul in Suriname. Het is een verboden spul in de wereld. En limbo, gewoon in de supermarkt. Dit is een glyfosaat, is een grasverdelger. Ja, ja. Dat is een herbicide. Het is een dodelijke vergif. Waarom is het vergif? Het gaat in de grond en de grond heeft de mogelijkheden niet om het te verwerken, limbo. Dat is gewoon dat het dodelijk maakt. En in vergelijking... Limbo, je hebt het gewoon gekocht. Ik heb het gewoon gekocht in een supermarkt van 320 gulden. Limbo, gewoon in een supermarkt. Dit is verboden bij wet. Het is in Europa verboden, in Amerika verboden. Is in de wereld een verboden middel. Limbo, ik schat dat dit per dag. Ik wil een schatting aan jou geven. Van wie je mijn ervaring hebt met die coöperaties gesproken. En met die boeren. Limbo, schrik niet samotegu jabrada. Ik schat dat per dag hiervan een 2 tot 3000 liter... in de bodem terechtkom. In de bodem, in landbouw. Een dodelijk middel. En daar heeft de minister het over kanker, doodsoorzaak nummer 2. Limbo, hier in mijn hand, in mijn linkerhand hou ik die glyfosaat van jou. Wat ongebreideld gebruikt wordt in de rijstvelden in Nikeri. Is gewoon limbo tide met takken aan de braadkant. Ik daag elke landbouwdeskundige uit. Ik daag elke chemicus uit, hier achter die microfoon van Lim FM, om hier met mij te zitten om het tegendeel te bewijzen, wetenschappelijk en in de praktijk. Dit is een dodelijk middel. Het mag niet. Hier wordt de gemeenschap van Suriname, minister Volksgezondheid, regering van Suriname, hiermee verziekt
u de gemeenschap van Suriname al 10 jaren, en vooral de afgelopen 4 jaren is het kapitalisme die dat doet, hiermee verziekt u de gemeenschap chronisch. Niet acuut, Limbo. Acuut is iedereen ieder direct. Maar daarom kwam ik zo meteen. Limbo, ik wil een heel belangrijk ding aan jou tonen en aan de kijkers en de luisteraars. Mi was orwa falik sani. Limbo, luku ja imi anu. Mi orwa dodelijk vergeef jere. Onderschat dit ding niet. Is zo dodelijk. Eigenlijk moet je dit ding zien als een... Kijk, ik wil een vergelijking maken. Hier in mijn linkerhand, dames en heren. Bij u gaat het rechts zijn. In mijn linkerhand hou ik hier glyfosaat. In mijn rechterhand ga ik ook in een freaking supermarkt. Sorry dat ik het zo moet benaderen. Dit is een atoombom. En Limbo, dit is een nucleaire bom. Dit is een nucleaire stof wat ik in mijn winkel ga kopen, man. Heb je ook in de winkel gekomen? Een nucleaire stof. Dit zijn kankeropwekkende cellen zitten hier. Wat is dat? Dit is een red killer. En Limbo is een ratkiller. Zet dicht. De mensen gaan... Laten je kijken en luisteren. Ze kennen het. Is een ratkiller. En dit vind je bij elke Chinese supermarkt. Laat me je doos zien. Limbo, kan je iets daarvan begrijpen, Taigimi? Natuurlijk, mijn volg hier dan. Nee. Kan je iets daarvan begrijpen? Je bedoelt, dat staat in het Chinees. Oké, daar gaat het mee om. Op de doos staat in het... Limbo, ik verzoek jou. Je mag het, dat is veilig verpakt. Kan je de letters hierop lezen? Alsjeblieft. Nee. Kan je de letters hierop lezen? Moeizaam, ja. Limbo, het kan niet dat het ministerie bij uitstek milieu, het kan niet dat bij uitstek volksgezondheid, het kan niet dat we hebben bij uitstek DNV, Directoraat Nationale Veiligheid, en dat mensen daar de hele dag zitten te bakkeleien en achter mensen aanrennen en mensen bellen om ze op te sluiten. En we zitten met een enorme Limbo. Laat me even wat drinken. Mag ik even wat drinken? Ik wil even wat drinken. Maar wat drink je? Want ik wil voorkomen dat ik mezelf ga ergeren. Dus als ik drink, dan mijn temperatuur. Dit is een naturopathische thee. Het is komkommerwater. En het is heel goed, want het reinigt je energiebanen. En dat en hem gebruik ik al jaren. Zo opmerkelijk, gisteren ben ik nog met komkommer begonnen. Komkommer is heel goed. Dat komkommer, poe, lauwkie, terooi. En die lange dingen zijn, die, het is een groentesoort. Is zeer, ik zou je aanraden, het reinigt je energiebanen. En het maakt je assertief en het helpt ook tegen beven. En dus dat drink ik. Oké, Limbo. Maar luister nou, je hebt iedereen eigenlijk een bak gegeven... over dit middel en over dat andere ding. Dan. Ja, kijk hem. Je mag het al met veilig verpakken. Maar in elkaar, of Nimos? Want Nimos gaat die vrijheid toch? Limbo, ik ben met heel veel pijn in mijn hart moet ik zeggen dat het Nimos, het Nationaal Instituut voor Milieuontwikkeling, een tandeloze tijger is. En ik ga je zeggen waarom het een tandeloze tijger is. Is het. Ik moet Limbo heeft me verzocht om beleefd te zijn en geen dingen te zeggen. Dus ik hou mezelf om het niet te doen. Want je mag geen fouten maken, vooral hoe ik me profileer. Limbo, dit is belangrijk. Kijk hier in mijn linkerhand, dames en heren, heb ik vergif. Chemisch. De bodem neemt het niet op. Alleen het gewas. Soso agrunto etikasandisi. If he's pointing. Limbo, en hier heb ik iets gemaakt uit afval... Dat hetzelfde werk doet, Limbo. Het doet hetzelfde werk. Maar het is biologisch, je gaat niet dood ervan. Want de natuur heeft ons dat geleerd. Dus wat doen we? We bestrijden de natuur. Ik ga hier een korte college geven aan jou. De studenten die nu zitten om een essay te maken. Neem je pen en papier. Want dan kan je wat uithalen om een kleine essay te maken. Dit is biologisch. Is biologisch, dames en heren. Dit is biologisch. Dames en heren, dit is biologisch. Kijk hem hier. En dit gebruiken we. Dit is houtazijn. En dit heeft de landbouw nodig. En Luco, sa aan ministerie voor LVV Edu, jaren, glyfosaat. Kijk een dodelijke. Dit is, moet je zien, als een atoombom. En dit is een nucleaire bom. Dit is nucleair. Echt waar, mensen. Dit is nucleair. Dames en heren, deze stof... Met dit wat ik in mijn hand heb, het is in alle bouwmateriaalzaken, is in bijna alle supermarkets, dit wat ik in mijn hand heb hier, dames en heren, dit kan heel gauw, in één maand tijd, zou je hiermee heel Suriname
naar een andere dimensie kunnen sturen. Hallo? Hallo, hoe depende? Heer Sranang, you can pour fa dotija. Ik kan jullie allemaal hiermee acuut. Dat betekent tamara matine wiki moro. Tratamareno de moro. Kan tamara wiki of flow ifa. Tratamareno de moro. Lukenja. En de regering van Suriname. Deze regering is niet in staat om deze problemen op te lossen. Deze simpele problemen. Dat wanneer een Surinamer komt. En ik kom met een biologische stof. Nu kunnen de mensen het. Wat heet houtazijn. Limbo. Let me tell you once more. Zie je deze stof hier in mijn rechterhand? Ik ben hiermee in staat om heel Suriname in een maand tijd te laten verhuizen naar het eeuwige. No joke. I'm damn serious, brother. Het is een nucleaire stof. Is zo dodelijk dat als je het nu inneemt, morgenochtend je geschiedenis bent. Jullie de moro. Kijk het hier. Gewoon in de supermarkt. En dit gebruiken ze in de... En dan ga ik een stapje verder, Limbo. Daarvoor ben ik hier gekomen. Gewoon hier. Limbo, je kan gewoon gaan naar de bouwmaterialenzaak. De volgende stap. Met qua stop bijeen. En dan gebruikt men... Dat is eigenlijk... Ja, dat is duidelijk. Dan zouden we dus ook moeten vallen over de controle. Limbo, law enforcement. De controle laten we... Law enforcement, handhaving. We zien dat er wetten zijn. Limbo is leuk en het is mooi. Maar handhaving, Limbo, we zijn niet eens goed in het kleine. En zie je, deze stof hier wordt geïmporteerd in Suriname. En Limbo, is dat zijn amorotakruan samotegi noonude? Limbo, kijkers en luisteraars, dit wordt gebruikt in de rijstvelden. Suriname kent vergif rijst. Nu ben ik, ondergetekende die hier met jou praat, ben begonnen om biologisch ribbel. Ik heb me hebben en houden in de stad gelaten met al mijn geld en mijn machines gegaan naar Nikeri. En ik ben daar bezig te transformeren. En geen enkele overheid die jou zegt, hond, koe, dagu, kuta. Je bent goed bezig. Is dat goed, Limbo? Ik verwacht geen schouderklopje. Limbo, ik werk voor mijn kroon. Wanneer, voor het hiernamaals, ik werk voor mijn kroon. Maar... We kunnen zo niet omgaan met elkaar in dit land. Kijk, een nucleaire stof hier in mijn hand. Wat wordt verkocht hier in Suriname? En er is een milieuraamwet. Dan heb je een tandeloze NIMOS. En dan krijg je naast NIMOS nu een tandeloze milieuraad. No? Autoriteit, NMA. Dus je hebt een tandeloze NIMOS. En naast NIMOS een tandeloze, een nog tandelozere, NMA. Tandeloze NMA. Limbo. Weet je, wat ik wil is, laten we iets nemen. Please, tell me if I'm wrong. Laten we iets nemen, genoeg geld hierin stoppen, van begin tot eind dat het goed draait, en we profijt aan hebben. Maar weet je wat de overheid doet, Limbo? De mij doet 1 miljoen, Sani, en van die 1 miljoen dingen is niets gelukt. En dat is de politiek, Limbo, laten we daarmee ophouden. Ik ben hier gekomen bij jou met cijfers, want wij zeggen in de economie, Limbo, ik hoop dat jij en je kijkers en luisteraars hun calculator bij de hand hebben, omdat het eigenlijk nodig is op dit moment. De minister van Volksgezondheid zegt aan ons, doodsoorzaak nummer 2 is kanker. Ik ben geen arts, Limbo. Ik ben een technocraat, maar hij is arts. Hij kan dat beoordelen met rapporten, met onderzoekingen. Am I right or wrong? En nu komt de minister van LVV... Die een heel grote schep erop doet, want hij zegt dat de afgelopen seizoen de Nigeriaanse boeren, rijstverbouwers, 30.000 hectare rijst hebben geplant. Ik hoop dat de minister liegt en ik weet dat hij liegt. Sorry, de minister praat waarschijnlijk onwaarheid. Dat heb ik niet gezegd. De boeren hebben gezegd dat het 22.000 hectare is. En weet je waarom ik die 22.000 hectare hoop, Limbo? Ik wil de minister geen hak zetten. Ik wil hem wel een poetsmak geven. Omdat we praten over die dodelijke glyfosaat. Minister, ben je gereed? En Nimos, ik hoop dames en heren. Tag u Nimos. Tag u LVV. Tag u de regering. We hebben glyfosaat, Limbo. Die namen zijn een beetje moeilijk. Ik verzoek jullie, nadat ik het heb genoemd, onthouden, want kies idati. Limbo, we hebben diazinon. Dodelijke chemicaliën. Is tegen die bibietvlieg en schimmelwormen. We zijn hebben... er ook overal te vinden. Ja. Nee, elke landbouwshop vind je diazinon. Je hebt brestak.
Je hebt, je hebt bestak en je hebt brestan. Is tegen wormen, slakken pakkeru. Je hebt pakkeru, toch? Pakkeru is frita, a wortel, vapa, niet, toch? Je hebt karate, superkill. Je hebt prontax. Je hebt maxi baktar. Super, je hebt malation. Terminator, Fujiwon. En als herbicide heb je 2,4-D. VID8 komt uit Guyana zonder label. De meeste van die dingen worden gesmokkeld uit Guyana. Panelli, Nomina en ik heb hier glyfosaat. En ik hoop dat de minister onwaarheid heeft gesproken. Waarom? 30.000 hectare heeft gezaaid, Limbo. I have very bad news for you. Dames en heren, ik heb heel slecht nieuws voor u. Is 30.000 liter minimaal. Limbo, kijk, Limbo. Minimaal 30.000 liter vergif in de grond dat niet meer voorlopig uit de grond kan. Wat betekent dat wij vergifrijst eten uit Nikeri? En laat me je wat zeggen nu, nu op dit moment dat we praten. Die schuren zitten vol met rijst van andere seizoenen. Want a alisi vergif. Na Guyana e bayeng moxing en Guyana e seri na buitenland. Lek sranang alisi. Limbo. Dus eigenlijk dit... etaki na alisi we poison ons revie. Ik denk dat op dit moment wij onszelf chronisch zodanig ziek maken met rijst uit Nikeri. Wat ik nu heb gedaan, ik ben met een middel, wat ik nu heb gedaan, Limbo, ik ben in mezelf gegaan, in mijn eentje gegaan. Ik heb een grote reactor gebouwd, Limbo. Het heeft ons 8 uren op de freaking weg geduurd, hè? Die hinderlijke, misselijke weg met gaten. Het heeft maar 8 uren lang geduurd en de transport heeft bijna $1,000 gekost om een reactor te vervoeren naar Klarapolder. En geen enkele, wat me echt dwars zit hoor, maar je moet met sommige dingen proberen te leven, Limbo. Het ministerie van Handel en Industrie. Je hebt mensen daar die uit belastingcenten betaald worden. En ze houden zo weer, houden jou om van fondsen gebruik te maken. Ik was in een fonds dat men zoveel her en ger heeft gemaakt. Ze noemen het search. Limbo, wacht die bibitvlieg op het geld na een jaar. Wacht die bibitvlieg. Het wacht niet toch, want er gaat Diasonon en Brestan in die race. Het gaat in die race. En weet je wanneer ze het spuiten? 2-3 dagen voor de oogst, Limbo. Limbo, het blijft aan het gewas. Laat me die mensen vandaag een beetje natuurkunde, een beetje biologie geven. Gaat u wat leren. Wat is het verschil tussen biologische meststoffen tot vergelijking met chemische meststoffen? Neemt u pen en papier, schrijft u het, want ik wil dat wanneer u thuis plant, u gezond gaat planten. Gebruikt u geen blauwe korrel. Bij blauwe korrel, laten we blauwe korrel nemen. Heb je van gehoord, blauwe korrel? Zo zijn korreltjes waarmee ze bemesten, is een bemesting. Is een plantbemesting, is een wortelbemesting. Een grondbemesting. Alleen het gewas neemt die stoffen op. Limbo, tell me nou. Als ik tegen jou zeg, alleen het gewas, zoals een groente of een alisi, etika stof. Dan hoeveel promulage zal er zijn? Hoeveel ppm? Hoeveel wat we noemen ppm, Limbo? Het is een eenheid. Ppm is een meeteenheid. Wat we noemen in het Engels parts per million. Je residuen mogen een bepaalde eenheid parts per million niet overbruggen, overschaduwen. Als hij overschaduwt, Limbo, betekent dat jouw gewas of dat jouw groente of jouw vlees gecontamineerd is met residuen. Nergens is er een labresort, een labresultaat. Op dit moment heb ik 4 bedrijven genomen, Limbo. En ik heb hun reis gestuurd naar Europa. En een van deze maand, ik hoop dat ik de gelegenheid krijg om het resultaat bij jou te presenteren. We gaan kijken hoeveel parts per million aan vergif zit bij deze reisboeren. En daarom, Limbo, ik heb gezegd, ik zit niet, weet je, om te zitten praten en klagen over problemen, Limbo. If you don't talk, takkie, pak, pak, kalie, pak, 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 over problemen is leuk. Iedereen kan dat, hè? Maar Limbo, ben je bereid die bijdrage te leveren voor die oplossing? Limbo, dit is de oplossing voor de landbouw in Suriname. Het heeft Europa getransformeerd. Weet je wat de Israëlieten hiermee zeggen, de Israëlieten? They bloom the desert with it. Dat zeggen die Israëlieten. En dan maken de ministers hier, ministers à la weten van Bibis, ministers à la Sabiso, die zegt, praat over buitenland. Maar kijk hier in Suriname, is er een broeder hier van jou? Is er een Surinamer? Ik wil het ook. We can bloom every ground in Suriname. Every soil.
we can bloom every soil in Suriname. Vanaf Nikeri tot Sipaliwini. We can bloom it. We kunnen ervoor zorgen dat we gezond kunnen leven, ministers. Maar als jullie in een toren wonen, als jullie op een eiland wonen, waar alleen maar zelfs in de dierenrijk is er ordening, maar in Suriname niet. En het verziekt me zodanig dat ik me even niet kan beschrijven. De dieren ordenen zich. En in Suriname kunnen wij mensen dit kleine land niet ordenen. En omdat er een Surinamer is, en weet je, bestuursleden van VIP hebben me gebeld. Van het hoofdbestuur. Tak slimmi bhai sunna. Slimmi bhai sun. Waar is sunna kom? Nee, sunna. Luister goed. Oh, ja. Luister even. Welkom is ou, ja. Ja, ou sun. Ou sun is, kom even. Ik wil wat zeggen. Ou sun. Wat is sunna bhai? Sunna bhai is, luister even, mijn vriend. Ze zeggen me. Sorry, ara slimmi. Ano, geluk naar VIP, omdat de man, maar ik kan me niet op je. Ik wil vandaag via dit ijzeren microfoon zeggen. Jonge mensen, geeft u niet op. Blijft u studeren. Want jouw kennis kan jouw geld opleveren. Je moet geen drugs gaan doen. Je moet niet in verderf gaan. Je moet niet in die verderfpolitiek gaan als wat men nu voert. Je moet niet in etnische politiek gaan. Je moet niet gaan geen bribery. Je moet gaan studeren. Want ik, Samuel Henderkuik, ik ben bereid. Ik ga een miljonair worden met mijn kennis. Daarvoor heb ik gestudeerd. En ik verdien mijn geld met afval. En zelfs dat kan de regering niet accepteren, Limbo. In welk land wonen wij? Als ik nu ga in het bos, gaan de dieren mij direct verwelkomen. Omdat ik ordening ga brengen. Maar je hebt de regering die gewoon niet verder kijkt dan haar neus lang is. De mannen op een toekomstvisie. De regering kan niet plannen voor een volgende generatie. Moet ik je zeggen wat er aan de hand is? Jonge meisjes en jonge jongens, jeugdige adolescenten worden ouders te trouwen. Ze kunnen geen kinderen krijgen. Weet je waarom? En ik wil niet dat dat met mijn dochter gebeurt. Want straks moet ze ook een kleinkind voor mij produceren. En dat noemen wij fertility problems. Waarom kunnen ze geen kinderen krijgen? Fertility problems waarmee ze nu te kampen hebben. Vruchtbaarheid. Ja, mijn bezoek al woordje. Vruchtbaarheidstoornis. En dat komt door al die damn chemicaliën. En dan kom ik met een product. Op dit moment, het is me geluk om 150 hectare volgend maand te oogsten, Lim. Maar natuurlijk is het een druppel op een hete plaat. Een druppel op een hete plaat. 150 hectare we oogsten en een biologische rijst. En bij het komende seizoen wil ik gaan naar 1000, 2000 hectare kleine stappen maken. Maar de regering kan dit niet inzien. Je hebt de regering die de toekomst van 2-3 generaties niet bereid is te consolideren. We zijn dus een keer. De president had een heel mooi ding gezegd toen hij voor zijn beëdiging tegen waarschijnlijk de vorige regering. Ik weet niet of je die uitspraak kan herinneren. De president vroeg in de DNA aan de regering, aan de ministers of aan de oppositie toen, de coalitie toen. Bent u geroepen, denkt u dat u geroepen bent door de schepper? Dan ging het om die desastreuze economie waarvan men dacht dat men die had achtergelaten. Dat toen maakte de president de opmerking. Bent u geroepen, bent u op deze aarde gestuurd? Dit zijn de woorden, het is nu in me opgekomen. Een computer let hij helemaal door. De president zei de volgende woorden in gelijke strekking, van gelijke strekking. Bent u door de schepper gezonden naar deze aarde om dit te doen? Dus hij bedoelde met dit, datgene wat ze deden, wat in hun ogen destruction was. Nu zit ik hier achter deze microfoon en geef me de toestemming, Limbo. Ik verzoek jou, want mine kosisma. Diezelfde retorische vraag ga ik nu stellen. Regering, bent u door de schepper gestuurd? Bent u gestuurd door Allah? Bent u gestuurd door Jezus de Christus? Bent u gestuurd door Kedwaman, Kedwanpo, zoals jullie dat noemen? Bent u gestuurd door Bhagwan? Om zo'n destructie achter te laten voor mens, dier en milieu, met name de bevolking te vergiftigen, terwijl u had beloofd dat u het beter zou doen. Ik ben geroepen om een verandering te brengen en dat is dit. Wat een last is, maak ik tot een deugd. Ik transformeer het. Die poep die in die goot voorin komt, die poepwater
vol met salmonella bacteriën. Vol met E. coli. Diarree bacterie. Dodelijke E. coli. Niet eens dat kan men transformeren. Dat praat men over waterbronnen die geconsolideerd moeten worden. Maar Limbo, kom tegen u. Die poepwater gaat in de grond in die waterbronnen. Vandaar dat SWM ook zoveel vergif gebruikt in het water. Boven de normen, waarschijnlijk wat ik heb gehoord van WHO. Want sommige mensen kunnen niet eens het water drinken, want ze krijgen diarree. Of ze krijgen eczeem, wat we kennen als psoriasis. Ze krijgen wat we noemen ringworm, lingaworm. Limbo, moeten wij niet dit land duurzaam transformeren? Moeten wij dat niet doen? Ik wil het doen. Ik ben bereid. Samuel Hendrikuyk is bereid het te doen. Op basis van mijn kennis en mijn kunde. Gebruik mij daarvoor. Gebruik mij niet waarvoor ik niet. En dat zie je in al die miljoen commissies. Kon iemand in die miljoen commissies van de overheid, dames en heren, als u hier naar kijkt, kon iemand dit niet aan de overheid tonen? Limbo, in een wip en een zucht transformeer ik die paddikaf en het wordt verbrand. En het helpt. Hier ben ik, Samuel, drink je voor wat? Ja, ik drink je voor wat. Van je speciale komkommer. Ja, komkommerwater. Hier ben ik, zegt hij. Hier ben ik. Here I am. Use me. Gebruik me. Zet me in. U mag straks uw vraag aan hem stellen. Ik vind het een heel interessant onderwerp. Ik wist niet dat het zo interessant zou zijn. Ja. Je verrast me eigenlijk. Je kent je stof als je je verpakking. Als er mensen zijn die straks een vraag hebben. Of die willen reageren. Dan mag je inkomen. We blijven wel altijd correct naar onze mensen, naar onze gasten. Ik zit hier in een heel interessant gesprek met Samuel Kuik. Aboy Sabestof. En je mag hem bellen, je mag met hem praten, je mag met hem discussiëren, je mag een vraag stellen. Alleen vragen we zoals altijd dat we correct blijven. Ik heb twee nummers. Ik hoop niet dat mijn applijn weer gek doet. 8781482547330. Gaan we met de app beginnen? Ik dacht dat hij nu wel. Goedemiddag. Goedemiddag. U moet ons volgen via de telefoon, niet via uw computer. Oh, niet via die computer. Kom op, anders worden we opgehouden. Wie is dat? Hallo? Geen geluid. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Ai, jongen, alleen bonen aan John Jabara, dat is het niet dat niet afgelukt. Ja, hoe gaat het? Ai, Arkina, mijn actie kreeg dat het op, als hij een goede heer dat is. Ik heb hier een tijdje terug, toen zat ik naar de regering Santoki, of naar de regering Boutense, ben verboden als aan dat het op, Akivo zat, het mocht niet meer op de schrappen komen, toch? En het mocht niet meer verkocht worden, toch? Reden waarom? Want de man bevindt niet dat hij een klipo staat, de kiri aan kruidelijk naar een roet toe. En dat standaard staat, de bermepoenu, de kafel af, de stelangen laat onder bij een bermoro. Mijn is opzicht, want nu de asanta staat, dan is dat niet dat hij kruidelijk. Dan begrijp ik helemaal niet meer wat er gaande is. Want het is verboden, het mag niet verkocht worden, maar nou zijn slimme alle winkels, waar je gaat bomen met die alle winkels, hebben ze het nog? Het mag toch niet? Een regeling, brada. Dankjewel. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Goedemiddag. Hai, goedemiddag tot meneer Bona. Meneer Bona, goedemiddag. Goedemiddag, brada Kuik, meneer Barry. Ja, goedemiddag. Het is meer een ondersteuning naar de heer Kuik toe. Ik ben zelf bio-agrariër. Dus ik kweek en ik plant zoveel mogelijk op natuurlijke basis. Vele Surinamers die dialyseren. Ik heb met velen gesproken. En als ik vraag, rookt u? Nee, meneer. Drinkt u? Sopie? Nee, meneer. Bent u actief, dus lichamelijk, sport u af en toe.
Dus het meest, die mensen roken niet, ze drinken niet, maar ze worden gedialyseerd. Wat overblijft, is het voedsel dat ze tot zich nemen. Vele Surinamers planten niet. Dus ze zijn afhankelijk van de Chinees op de hoek. Of van de Haitian die plant met veel gif. Of de Surinaamse broeder. Die vaak genoeg denken dat zij alleen kunnen planten. En Surinaams volk, de consument, die niet plant en zelf kweekt, die wordt volgepropt met vergif. Is een statement. Ik heb u begrepen. Overal waar ik kom, op welk departement dan ook, geef ik het aan. Ik heb zelf gevraagd om een enquête te houden. Wanneer ABS bezig is, laten ze samen met de medische faculteit studenten erbij zetten en vragen. Meneer Boon, we hebben reconnecting. Ik wil wat zeggen op dat. Meneer Boon, bedankt voor uw reactie. Hij is er nog. Dag naar u. Hey. Oh, oké. Meneer Boon. Ik ben er nog. Ai, gaat uw gang, die verbinding. Meneer Bona. Oh, Bona, sorry. Is B, ja. O en A. Sorry, gaat uw gang. Ik ben Frank. Medische studenten bijzetten, zodat men eetpatroon, het bewegingspatroon van de Surinamer in kaart kan brengen. Meneer Limbo, meneer Kuik, onze landgenoten worden verziekt, vergiftigd met het voedsel dat ze tot zich nemen. Nog een andere statement. Welkom tot de NDP, brother. Bedankt. Wat ik je wil aangeven, blijf zoals je bent. Blijf zoals je bent. En we zullen samen in de NDP met de goede krachten werken aan herstel. En we gaan ervoor. Bless you, brother. Lobby. Bedankt, meneer Bona. Ik wil een aanvulling doen ook aan uw opmerking. Ik ken een paar artsen in Suriname. En ik moet u zeggen, de kasten, de laden van het ministerie zitten vol met rapporten. Er hoeft niets meer gedaan te worden. Wat er moet gebeuren is, men moet bereidwilligheid tonen. Willingness om orde op zaken. Het is nog maar 2 maanden en ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Oké, we gaan terug naar de bellers. Goedemiddag, je bent er uitzending. Hallo. Ik hoor helaas niks. Ik moet ook zeggen, inderdaad, de glyfosaat. Alle bermen Oost-West worden bespoten met glyfosaat. Dat is niet goed. Goedemiddag, je bent er uitzending. Goedemiddag. Mensen, als het even niet lukt, gewoon blijven proberen. Goedemiddag, nogmaals uw naam. Ja, goedemiddag, Katrou. Ik versta je slecht, Katrou. Ik wilde alleen maar even zeggen. Gaat u even naar AZ, de afdeling neurologie. Dan gaat u daar zien wat er gebeurt. Duizenden, elke dag, jongen. Zoveel mensen die op de neurologieafdeling terecht zijn. Ik denk niet dat we zoveel mensen met neuroproblemen hebben in Suriname. Zoveel. Boy, die de verpleging bij AZ. Die mensen werken hun naad kapot. Tot 2 uur, 3 uur in de ochtend zijn ze nog bezig daar. Om die neurologische problemen. En neurologische problemen komen grotendeels voor vanuit de vergiftigingen. Ja, klopt. Van helemaal, ja. Door pesticiden. Die chemicaliën die in de grond terechtkomen. U kunt gaan kijken bij neurologie, dat gaat u zien. Oké, dankjewel. En nog bedankt. Ja. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag, meneer Keus. Goedemiddag. Meneer Lembo. Goedemiddag. Vente. Ga die gang. Meneer Keus, wat me zo'n beetje verwondert, toch?
is dat onze groenten niet onderhevig zijn aan een keuring. Klap. Maar die naar Nederland of in het buitenland gaat, dan wordt die onderhevig aan een keuring. Hoe is dat mogelijk, meneer? Kijk, als die groentehandelaren hun waar op de groentemarkt of een of ander markt levert, wordt het niet gekeurd. Maar zodra het uitgevoerd moet worden, dan wordt het herkeurd. Maar dan vind ik het beestachtig van die minister of van die leidinggevende van LVV, dat ze die groenten die worden aangeboden door die handelaar niet onderhevig zijn aan hun keuring. En dat vind ik verschrikkelijk, meneer. Dus als het ware, hoe mag je de groenten zijn op boem? Dan is de groenten zijn egoe, moest keur, omdat na tralibisme en jammer. Dat zijn mijn opmerkingen, meneer Kuijs. Dankjewel. Ja, dank u. Laat me u zeggen, het is een ongebreidelde gebruik van blauwe korrel. Blauwe korrel, kijk, ik heb u al gezegd, die landbouw, die hele landbouw in Suriname is vergiftigd, dames en heren. Ik wil u vragen, wees op uw hoede. En natuurlijk, ik zit ook met een probleem, want we hebben bouwstoffen nodig in ons lichaam. We moeten groenten eten. En ik zit ook met een probleem, want als ik hier nu achter die microfoon zeg aan u via Lim... En dit heeft niets te maken met paniekzaaien. Met paniekzaaien in de gemeenschap. Het is een feitelijkheid. Zijn feitelijkheden. Dus die landbouw is gewoon vergiftig op dit moment. Goedemiddag, u bent er uitzending. Hallo. Goedendag. Met Cameron. Ik vind dit zo mooi. Ik hang letterlijk aan uw lippen. Maar... Toch maak ik me heel erg zorgen. Omdat rijst ons hoofdvoedsel is. Dat klopt. En daarnaast hebben wij geen importrijst. Net als hoe je in het buitenland hebt, heb je verschillende merken. Maar hier komt alle rijst die wij consumeren, komt vanuit Nigeria. Onze pech die we hebben is dat... onze controlemechanisme, alles bij de overheid is. En die gebrekkige overheid, die gepolitiseerde overheid, die overheid die heilige huisjes heeft, durft dan geen steekproeven en controle te doen. Ik eet al 6 jaar geen rijst. Mooi zo. Ik kan me herinneren, 6 jaar terug... ik maakte me druk waarom steeds de rijst, als je hem had gekookt, dat hij direct al de avond verzuurde. En ik heb me toen verdiept en ik hoorde meneer Doekie een dagje zeggen, ex-DNA-lid, dat er te veel ureum en niemand controleert het. Dat klopt, ja. En dat maakt dat die rijst sneller verzuurt. En onze overheid, in principe op kwaliteit, zou je dat moeten toetsen. Hoe kan je dan als boer gewoon te veel ureum gebruiken? Als je te veel ureum gebruikt, wie zegt mij dat jij de hoeveelheid pesticiden juist gebruikt? Dus wie controleert wie? En die hele samenleving wordt gevoed vanuit Nikeri. Aan de andere kant zien we... zoveel zieke mensen op de afdelingen, allerlei dingen, maar niemand, we meten niet, dus we weten niet. En nu komt u op de radio, op de tv, op de radio, iedereen luistert naar u, sommigen gaan het bagatelliseren, regeringsmensen gaan het wegwijven, maar wie pakt het als onafhankelijke op om u wel hierin te ondersteunen met andere wetenschappers? Dus ik wil u vragen, brengt u dit niet in een politieke... onder een politieke paraplu. Zoekt u de wetenschappers op die u hierin willen schragen om dan te bombelen met die informatie en laat alle stations, laat alle mediahuizen u die zendtijd geven. Maar ik wil u nog vragen, meneer Kuik, praat in de rust zodat het overkomt. Want ik zit wel naar u te luisteren omdat u interessante aansluitingen maakt. Maar u moet wel in de rust praten, zodat iedereen het snapt en kan blijven kijken en luisteren. Maar is het, ik wens u veel succes. We spraken nog in de uitzending de vorige week over de kracht van een consumenten
beweging-organisatie. Ja, dus de consumentenorganisatie, toch? En we zitten allemaal weer te kijken naar meneer Alene, maar het hapert veel bij ons. Onze volksgezondheid heeft niet alleen met de minister te maken die in een programma komt. Toch? Jij als volk die het ziet, die behoefte hebt daaraan, alles, dus maar ik ga je zeggen, op basis van ureum, minenjama alisi moro, jere? Minenjama alisi moro. En als je alleen maar gaat lezen wat ureum allemaal in je lichaam kan doen, en zoveel mensen die dialyseren, dan pas we kiesus revi. En wie wil mag het bagatelliseren? Toch? Maar het gaat zijn rendement hebben over een paar jaren. En die volksgezondheid is nog niet op poten. Het is nog niet op poten. Niemand kan ons nog zeggen wanneer zien we het licht in de tunnel bij volksgezondheid. Dat laat staan tijdens maar melden die aan. Na dede woord dede bakamakandra. Bakamakandra woord dede. Maar goed, is goed. Ik wil geen de donkere wolk boven het weekend zetten. Maar het is, we gaan bezinnen. Prachtig programma. Doeg. Oké, dankjewel. Mevrouw Cameron, ik wil u bedanken. U hebt heel wat heldere lichtpunten gesynchroniseerd aan de hand van mijn betoog. En ik wil u allemaal iets leren vandaag wanneer u rijst kookt. Als u rijst kookt, het proces van rijst koken is een warmteproces, een thermisch proces. Rijst wordt verwarmd. En op een gegeven moment, wanneer het op een zodanige temperatuur is, wordt je rijst opgedroogd door het verwarmingsproces in een rijstkoker. En ik ga u vandaag wat leren, wat andere oudere wetenschappers mij hebben geleerd. En ook rijstboeren hebben mij dat geleerd. Het moment u rijst hebt gekookt in uw rijstkoker, en die rijst is opgedroogd en u ziet condens aan uw rijstdeksel met begu. Aan de bovenkant van je deksel, aan de binnenkant van je deksel, ga je condenswater zien. Belletjes met water die hangen aan je pot. Mm-hmm. Als je dat deksel omdraait, dan maakt het een water, een eenheid. Dus een waterhoeveelheid. Notroe in een alisibakana vergif. Dat is wat ze bedoelt. Is door condensatie. Is die gif uit die rijst getrokken. Gooi het niet terug. Dat verzuurt uw rijst. Dus als je het niet hebt teruggegooid, kan je het wel eten? Ja, kan je het wel eten. Maar zodra je deksel... krijg je geen problemen op lang termijn. Ja, door condensatie is die gif daar blijven hangen. Hmm. Oké, dat is is het condensatieproces werkt zo. Het is een heel lang verhaal. Maar oppervlakkig met nakoeing, noteka watras aan dena alis deksel. Draai je deksel in je hand en gooi dat water in de wasbak. Spoel je deksel en zet het weer. Dus dat is iets wat ik wil. Maar mevrouw Cameron, u hebt het heel scherp gezien. Op dit moment, het is heel spijtig. Ik ben al geweest, ik heb al gekeken. Alle afdelingen van het academisch ziekenhuis. Nobody can give an answer. Niemand kan een antwoord geven, maar de bevolking is ziek. En hoe worden we ziek, Limbo? Wij worden chronisch ziek. Wat is chronisch ziek worden? Er komt iets in je lichaam, je weet het nog niet. Tot dat, dus uitdikting. Het is gebonden aan een heel lange tijd, aan een lange draad. Telkie door naar einde van T. En dan krijg je die kwalen. En inderdaad, en neurologische is het, en kwalen. Er is het point of no return. Oké, dus even neurologische kwalen. U hebt het goed gezien. Pesticiden, chemische pesticiden, chemische herbiciden, chemische meststoffen beginnen zich te uiten in het lichaam met neurologische kwalen. En daarna komt de rest. Goedemiddag, je bent de uitzending. Hi, goedemiddag, meneer Kijk en meneer Lengular. Goedemiddag. Meneer André, gaat u gaan. Meneer Kijk, welkom in de partij. Dank u wel. En ik hoop dat u met die vernieuwende visie datgene kan realiseren wat u nu ook aan de orde stelt om Suriname gezond te maken. Dan hebt u direct een werkopdracht dat ik namens alle NDP's aan u ga geven. Kunnen wij de overheid niet aanklagen bij de Wereldgezondheidsorganisatie voor, je kan zeggen, opzettelijke vergiftiging of het doodjagen van haar bevolking met het gebruik van deze pesticiden. En dat die controlerende overheidsinstituten falen bij de controle om toch ervoor te zorgen dat het voedsel wat wij tot ons nemen, dan waar de overheid toch dus eigenlijk de controlerende factor moet zijn, dat men daar goed
en groente vol te maken en gebreken blijven. Kan meneer Kuik dat niet op gang brengen voor start van het proces? Want mino denkt dat jouw man het op eigen basis zegt. Mino denkt, het is zo'n groot probleem. En ik zit hier, ik val bijna achterover op mijn stoel. Fouilleren denk ik, excessen zijn zo, naar in de atos of uno, naar afdeling neurologie. Nou, een levensbedreigende situatie hier, alles mij naar konderen. Maar alleen zei ik inderdaad naar de Rosé, en dat heb ik ook de afgelopen periode gemerkt. Ook de groentes die naar buiten gaan, worden aan strengere eisen moeten ze van doen. Anders aan hoe mag ik wel heel pistend groenten, en we moeten uit zijn nango toch, naar Holland toch. Europa, en we wonen toch. En omdat men zich niet hield aan de wetten en de normen die daarvoor gesteld worden om iets te importeren vanuit het buitenland. Wat voor consumptie gebruikt moet worden. En dat de Assad nog maar zegt dat Rosida ongewoon wega worden bij de Sanja. Nou, een man controleert nog een huisboer of man zegt plantfamilie. Nou, ik zal meneer Kuik taki. Je kan gewoon in de winkel gaan, de bijen vergif. De winkel man de landbouw, shop schrijven. En adviseer je voor gebruik van product. Maar de meeste zijn onder het afra. Dus je moet gewoon naar winkel, je moet je glucose gewoon te plannen. Maar even aan mij vertrouwen aan mijn serengi. Maar even aan mij vertrouwen aan mijn serengi, dat je gaat plannen aan groente en dat je kiris maakt. Kan je jezelf naar je maar groente, want het is een uitkomst voor oogstijl, oogstappen. Toch? Dus meneer Kuy, formeer een werkgroep rond u heen, rondom u heen, die me qua zaak aanhangig. Tegen een staat Suriname. Namens haar heer volk. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. We gaan mensen houden het even kort. Maar die mevrouw daar voor de camera maakte wel een goede opmerking. Dit heeft niks te maken met een partij. Of het is een algemeen belang, toch? Het is een, dit probleem heeft een breder scope. Die scope is dit probleem is zo groot dat je niet één partij de schuld kan geven. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. En dat heeft mevrouw Cameron heel goed gezegd. En ik ben het roerend eens met haar. En wat deze meneer bedoelt, ik moet eerlijk zeggen, Limbo. Ik ben naar hier gekomen om ook te zeggen dat ik een handtekeningenverzameling zou doen van 10.000 mensen. En ik zou graag een klacht willen indienen. Een rechtszaak maken tegen de overheid. Maar dan ben ik goed gaan nadenken. Ik moet ook eerlijk zeggen, Front heeft het niet opgelost. NDP heeft het een deels opgelost, want meneer Whalen Lacking, let's give the man that honor. Please, wees u niet negatief hierop, want waarschijnlijk weet u het niet, maar die wet is er voor glyfosaat en andere verdelgingsmiddelen, met name herbiciden en pesticiden en chemische meststoffen. Maar waar ik mijn eigen mening over heb, Limbo, is deze regering had scherp en zo goed beloofd aan de gemeenschap dat zij het beter zouden doen. En daarop tik ik ze op de vingers, Limbo. Ik tik ze op de vingers, want zij hebben beloofd beter. Beter hebben ze beloofd. Nu zitten we 12 maanden voor de verkiezingen. Het probleem is nog maar los op. En ik wil mezelf niet gaan zetten in iets waarvan ik weet 12 maanden aan maar los op. Wat we nu kunnen doen, Limbo, aan hem aansluiten op dat van mevrouw Cameron en deze meneer is, we kunnen nu, Limbo, we hebben het nu, Unafgo Bigisma, we hebben paddykaf dat wordt verbrand in Ikeri. Laten we dat transformeren, we gaan die ash, die carbon gebruiken om die, bij het komend seizoen, gaan we die gronden beginnen te rehabiliteren, Limbo, en we gaan houtassijn gebruiken voor als pesticiden. Dan denk ik wel dorp om dorp. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Midring ik bij, jongen, Limbo. Moet je horen straks. Goedemiddag, hallo. Goedemiddag, meneer Limbo. Look, hoe mooi zoek voor me zijn, want maak de bronk vallen, toch, meneer Limbo? Nou, je had een humor. Look, hoe arke nou, meneer Limbo. Advies voor Amman, nou een boel advies, voor spannen zaak tegen de regering. Maar de regering, toch, naar de rechterlijke macht. Nou, wat lichaam, na poelbroek, wat broek. Nou, wat lichaam, dat is. Kun je maar verstaan, zei ik zal houden. Nou, wat lichaam. Dat me bewant, Taki. Dank u wel. Okay. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag, meneer Limburg, met Errol Issa uit Amsterdam.
Ja, Errol, ga je gang. Meneer Kuijs, goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Goedenavond aan de meneer Kuijs, als eerste moet ik tegen meneer Breti. Welkom bij de NDP, Awis Melip Nauland. Maar ik heb een andere vraag. Als aan voor al water zijn, dat je nog Tibora Alice in een rijstkoeker. Dat merk op. Maar Tibora Alice toe, dat die draai Alice, dat is een soort plastic in de Alice. Is ook nadelig, no? Ah, werkelijk. Meneer Isaias, meneer Errol. Ja. Luku, en Alice, terema e ons Alice, met jou sa ipsa. En a raceplanter, a raceverbouwer, we kaarden maar raceboeren in Suriname. Ja. Minusap ze maar kanning, maar raceboeren is niet het woord, omdat de mensen geen training en opleiding hebben in agricultuur. Ja. Oké? Okay? En wat doen ze? En het laatste moment, wanneer voor de oogst, een week of twee voor de oogst, als er een bepaalde ziekte is ontdekt op het areaal, de mannen gaan lassen areaal. Dan die mannen gaan, wat eigenlijk, daarom zou je een pot moeten hebben om die mannen te compenseren. Want eigenlijk zou dat areaal in de fik gezet moeten worden. Of ik moest ben libeng met kapori en de mij ploeg in bakka. De mij chipper in bakka of moet afiet in bakka. Dus een water voor deksel in een stroom, toch? Nou, een water voor deksel in een trouwe in een aliespatu. In een trouwe in een wasbak. Maar een plastic saïsi, omdat, vooral even weer drie, a temperatuur, nange a chemicaliën, de mij ze binden aan elkaar. Ze binden aan elkaar. En het vormt een schildlaag. En dat gaat heel moeilijk weg bij het slijpen van die race. In de mil. Bij de racepelmolen. En dan krijg je dat dit soort dingen. Dan lijkt het op een soort plastieke laag inderdaad. Maar het is, dat moet je niet eten. Want je kan krabben poerpot nou aan zee. Maar in een moest niet aan mij. Zoals mij kouwen wel. Want dat is een soort kouwen. Ik ben geholpen. Echt leer rijk je mee. Mijn Arkelem Godoro. Meneer Lembo, fijne dag verder. Hey, dankjewel. Dank u. Je mag uitpraten. Sommige mensen kouwen het. Dus sommige mensen kouwen het. Ze vinden het gooey. Gooey. Het is echt gooey. Het is jasmas aan lobbying. Het wordt een soort gooey. En zoals mijn stroom is, zoals mijn stroom is zo toen in tapu. Maar zoals mijn is paren dat de bakken in olie, dat hij trouwens zo'n krouw. Mensen, doet u dat niet. Het zijn die residuen die zich verzamelen. En eigenlijk, natuurlijk, kijk, ik kan niet hier bij Limbo zeggen. Het is onkan. We eten rijst uit Nikeri. Want één ding waarover ik ook wil praten over Limbo. Ja, maar hoe zijn we begonnen rijst te eten? En het komt uit Nikeri, toch? Het komt uit Nikeri. Het is de basis. Maar sinds hoe deel je alles? Nee, het is de basis voedsel in Suriname. Door het afbouwen, toch? Dus we kunnen het afbouwen met andere granen, graansoorten. We kunnen het ook afbouwen met knollen, hè? Sweetie tata, dus gronjang. Oh, ja. Maar Limbo. Faf a higro alisi. Mensen, koopt u higrong alisi zoveel mogelijk. Omdat Ahigro Alesi, het heeft een resistentiegraad dat de normale wetland rijst, dus een kleirijst, niet heeft. En dat vind je Ahigro Alesi. Je moet je vrienden gaan kennen, vrienden gaan maken, acties op Facebook. Want Ahigro Alesi, ik ga ervoor. We moeten Suriname zoveel mogelijk voorzien van hooglandrijst. Het is de beste rijst op dit moment, het meest gewilde, het meest betaald, er wordt meest voor betaald in de wereld. Eigenlijk, want hij bij dat gaat dus niet, jongen. Is dat toch vanaf SD ook te bieden gaan, zodat we minder race. Niet eens afbouwen, want dat is wat je zegt. Is dat, want dat is alleen het vultje toch, waar je dan je honger krijgt. Ja. Maar ik zelf gebruik, en het heel vervelende is, ik krijg race uit Nikeri van die boeren, ik ken die boeren. Ze planten een deel wat ze niet spuiten. Wie is dat mislukt? Dat we, hij is super, hij is korrelig, dus halve korrel. Maar dat krijg ik van die boeren. Maar heb je het over witte race of race blijf race? Zilvervlies aan de waren. Bruine race, boel. Nee, Suriname heeft geen bulgur. Suriname, er is maar één. Er is geen bulgur in Suriname. Suriname heeft maar één boer. Dat is Trisnotte Clara Polder die ketan doet. Hij heeft ketanrace, dat meen je aan toe. En het is biologisch. Zijn areaal hebben we nu tot biologische race gemaakt. Maar weet je, Limbo, nieuwe dingen nemen tijd. Je moet de mensen kijken. Lek van nana naar dada, dus de man grandpa. Leer de man wat aan mijn tijd. En ze willen.
Maar Limbo, hoe je draait of keert, de overheid speelt een belangrijke rol. Die gezond, volksgezondheid moet nummer 1. En ik ga, die man heeft gelijk. Ik kwam hier en ik dacht, als ik een rechtszaak nu doe, komt het op het bord van een rechter dat gelinieerd is aan de politiek. En het wordt gesupport, het wordt mijn rechtszaak wordt in voordeel van de overheid. En hem komt in voordeel van de overheid. Dus Limbo, je zit met technocraat met zoveel dingen in je bovenkamer. Maar wat ik niet ga doen, en ik roep de mensen op, de jonge technocraten, de jonge universiteit, de alumni's. Gaat u niet geen enkele heel lekker, moet u zijn. U moet ook niet zijn een bukker om doelen te bereiken. Wat u moet doen. Een bukker. Sorry, je bent serieus, maar ben je nou plastic in mijn broek? Ga je gang. We moeten dat soort dingen niet doen. Omdat wij gezamenlijk op ministerieel niveau, de werkers daar worden betaald door overheidsgelden. En die mensen zijn de mensen die juist dat systeem torpederen, dames en heren. Ik praat niet boos hoor, neemt u me niet kwalijk naar zo'n idee. Zo'n migroko in ghetto met bari, te met taki. Maar soms met temporiseren, zo neemt ik niet kwalijk. Dames en heren, wat ik u hiermee wil aangeven, ik kan u nu niet zeggen, want ik ben niet hier gekomen bij Lim om mijn tijd, ik zou ook in die keri willen zijn bij de race van een verbouwers om ze meer dingen te leren. Maar ik heb mijn tijd genomen van hierover moeten we praten. Want het is de minister van Volksgezondheid die mij zodanig heeft geprikkeld in mijn merg en mijn been. Dat ik hier bij u kom zeggen dat wanneer de minister, dat ik hier kom om u te zeggen dat wanneer de minister A praat, moet hij ook B, C, D, E, F praten. De minister moet niet alleen maar A zeggen. Natuurlijk zeg ik u ook in één adem dat die rijst in die curry op dit moment in de winkel is vergifreis. Het is niet gekeurd. Het heeft geen fytosanitaire keuring ondergaan. Dus we zitten met een problematiek waarvan we weten, je kan het niet morgen oplossen. Maar dames en heren, ik wil u eraan herinneren. En van deze plaats uit roep ik alle landbouwers op. Alle groenteboeren. Laat me u één ding zeggen. Ziet u, we hebben hier rijst. Uit rijst hebben wij houtassijn. Uit houtassijn hebben wij herbiciden. Uit die herbicide hebben wij een gecarboniseerde paddikaf waarmee je alle gif uit de grond weghaalt. Het neutraliseert. En zo, we hebben gezien dat we uit rijst een pesticide hebben voortgebracht voor de landbouw. Wij noemen het biologische landbouw. Organic food. Daarnaast kan je zo, als je een probleem hebt, dames en heren, als je een probleem hebt voor Limbo, als je een probleem hebt voor peper, je neemt die peper aanplant wanneer het al heeft volgedragen, oké, nadat je al hebt geoogst en alles wordt opgeruimd, dan neem je het, je zet het in een reactor en je extracteert een pesticide voor peper. Zo doe je dat ook met Antroa, Boulanger en alle andere gewassen. Dus we gebruiken de natuur. We geven de natuur de opdracht om ons te helpen. We geven de natuur het commando om te helpen. Om dat wat de natuur ons mee teistert, om dat te temporiseren, zo niet te verjagen. Maar het moment je chemicaliën neemt, jokies, probleem. En dan gaat de volksgezondheid eronder lijden, ja. Even iets anders. Volgende gaan naar Amir Isawenya. Limbo, ik ben heel blij. Mijn ben wel tak abra asandati. Hoeveel met die? Ja, ik wou het niet doen. Waarom niet? Omdat ik niet van die subject, landbouw, agrarische producten, met name rijst, omdat rijst ons hoofdvoedsel is. En ik wou het niet doen, omdat het niet moest lijken. Want die commentaren hoor je ook, dat je afdwaalt van je onderwerp. Mm. Maar eenmaal je dit hebt aangescherpt en het in het verlengde loop van chemicaliën, moet ik met een zeer verontrustend hart aan jou zeggen, er zijn mensen die kip kweken, die hun kippen vloeibare voeding geven. En dat is chemicaliën. En is dat van jou, Sabelembo? Aforu met die, teken na winkri, itjaren kona oso, iteka bonyo, iteka meti, ipoti anu je haren puru faer bonyo. Die kippenvlees heeft geen voedingsstoffen gehad om weefsel, bentweefsel aan te maken. Afvoer drink zo watra. En het ministerie van LVV
en volksgezondheid en de totale regering, door dat systeem van kapitalisme, is het toegestaan. Want er zijn hoofdbestuursleden binnen die regerende partij, die nu kip importeren. Ze brengen kip naar Suriname uit Brazilië. En die kippen, niemand weet hoe ze zijn geslacht. Niemand weet wat ze hebben gegeten. Dus Limbo, inderdaad, you have made a point. Oké, die samenvloeit met deze subject. Dat die volksgezondheid helemaal in gevaar zit. En dan krijg je nog dat me gomorofara. Akoumeti. De man etek biotin, biotin. Dat de mij lukakou. De mij takou draaien bakasie. Dat de mij jukakou na biotin. Alle chemicaliën komen uit Brazilië. En weet je wat ze doen? Fosa kogo na shurbi. Fosa go slakti Limbo. Limbo. Alle chemicaliën worden opgenomen in de bloedbaan. En dan moet die a eerste man zou vangen slag naar pancreas, alvleesklier. Bakadati naar lever, naar anier. En Limbo, al deze chemicaliën. En vandaar dat mensen last krijgen van een. Verder mijn karasaripir is mij vergeten. Sorry hè. Met alle respect voor de mensen die daar. Alzheimer. Mm. Dat mensen lijden aan Alzheimer. Dat mensen lijden aan fertility problems, vruchtbaarheidsstoornissen. Maar dat aan mij dat mami gado meisje. Mi in mame kip chinto, da fa yu no mame ki. Apai taik mami boy, luka me ti omem, omem chimi me kan ima. Da fa yu no mame kip ching. Die jonge mensen gaan ze scheiden. Je praat, des mamus praat die, want de mame kip ching. Vruchtbaarheidsstoornissen. Dat komt. Psoriasis is een huid- en schimmelziekte. Dat begint bij de lever. Psoriasis begint bij de lever. En zo heb je diabetes mellitus. Limbo, in de afgelopen maanden heb ik mensen met wondjes, soro. Misschien soro tak ongekend, mino man, si soro moro. Ongekende wondjes, die mensen lopen met 30 jaar met gaten in hun voeten met wormen en maden. Wil je die foto zien? Ik heb serieus even gezien. Met maden, met gaten in hun voeten. En kijk, het is het gezondheidssysteem wat regeringen... En de NDP komt er ook niet vrij uit. Je moet, if minister tak A, anotak B, anotak C, anotak D. Miotaki, A, B, C, D, E. Ze hebben ook daar hun fouten gemaakt. Goeie dingen, maar ook, maar er zijn ook dingen gebeurd waarvan je zegt, nee, dit kan niet. En dan zeg ik, Limbo, die wondjes die er zijn. Wie wil leven met een wond aan je voet en aan je hand? Diabetes wondjes. En weet je wat het is, Limbo? Sanate had me. Nee, ik denk. De mij kotje voet toe. De man go voet kotje. Snel om tenen en voeten weg te knippen. Weet je waarom, Limbo? Waarom zeg je go? Uiteindelijk als je, als je dat niet doet. Nee, ik zeg go. Dat systeem belast het gezondheidszorgsysteem. Van waaruit geld ergens naartoe gaat. Er is een gat daar. Want die ziekenhuizen worden niet beter. De patiënten, dus de cliënten, worden niet beter van die zorg. Er is een gat daar. Dus het is een doomshole. We call it a doomshole. Er is een doomshole waar het geld naartoe gaat. En we doen niets eraan. Limbo, meneer Eugène van der Sand. Respectabele man. Die heeft zijn kennis. Hij doet alles wat in zijn vermogen en kennis is. Mevrouw, deze, ze is een lieveling van me hoor. Ashna Kanhai, ambassadeur Kanhai. Een human being, een persoonlijkheid die weet waarom ze praat en ze wil alleen doen waarin ze goed is. Waarom mag Samuel Hendrik Kuik, een Surinamer, niet doen en niet presenteren waarin hij goed is ten behoeve van de Republiek Suriname? Waarom niet? Dat is een vraag die we moeten beantwoorden, Limbo. Goed, erg interessant dit. We gaan... Weer luisteren naar een paar. Hoe laat is het? We praten hier over... Sorry, voor half vijf, jongen. Ja, ja. De tijd hey. is nu... Goedemiddag, je bent in de uitzending. Goedemiddag. Middag, wat Ik wil even wat aan meneer Kurt vragen. Wat is uw naam? Mijn naam is Joyce. Joyce. Ja, Joyce, welkom. Meneer Limbo, luistert u nou. Ik had eens gelezen in een boek dat... Als je bijvoorbeeld groenten zou koken, dat je een stukje houtskool in het groente kon zetten om het gif te trekken naar die hout. Houtskool trekt dat gif. Ook in je rijst. Ik weet niet of meneer Kuik iets wat van weet. Dat houtskool trekt alles naar zich toe. Dat wil ik meneer Kuik vragen. Of hij ervan weet.
Heel mooi. Dat is mijn vraag, meneer. Mevrouw, wat is uw naam? Meneer. Wat is uw naam? Joyce is. Ik ben mevrouw Joyce. Mevrouw Joyce? Weet je? Jawel. Mi grandma nang mi wele maler mi alasan boef nyang, ma alasan ino boef taki. Maar eenmaal u het hebt gezegd, wil ik daarover praten. Ik ga u zeggen, ik geef u voor deze vraag een 10 plus. Als u mijn student was, had ik u een 10 gegeven. Jawel. En ik ga u zeggen, het is niet zomaar een houtskool. Mevrouw Joyce, u kunt afbellen, want misschien gaan uw minuten eraan. Jawel. U kunt luisteren verder. Inderdaad, wat we kunnen doen, weet je, een Limbo, kijkers en luisteraars van Limbo, maar ik moet ik niet staan even. Moet ik niet staan? Ja. En het is namelijk zo, het is goed, het is leuk, iedereen, sommige mensen troetelen je. Ik weet dat morgenochtend heel wat nieuwsbladen, social media bladen, bol gaan staan met deze subject hier bij Lim FM. Maar het is goed als we praten over problemen, maar het is nog beter, Limbo, dat we een oplossing aandragen. En mevrouw Joyce, dit is een van de oplossingen. Wat we moeten doen, wat u bedoelt, mevrouw Joyce, is actieve houtskoolpoeder. Of actieve houtskool. Actieve houtskool is houtskool uit hout via een speciaal proces. We noemen het een pig. Pig. Je hebt een pyrolysis proces. Dat is het niet. Vele mensen denken pyrolysis. Maar het is een pyroligneus. Zijn moeilijke woorden. Met veru naar de moeilijke woord toe. Dus actieve houtskool extracteer je vanuit een pyroligneus proces. Wat is een pyroligneus proces? Het is een oven waarin er geen zuurstof is. Je zet dat hout op een bepaalde temperatuur en dan creëer je carbongassen. Je extracteert die gassen op een bepaalde temperatuur uit dat hout. En wanneer al die gassen eruit zijn, dan wordt dat hout gecarboniseerd. Dat betekent, het hout wordt geactiveerd. We noemen het geactiveerde houtskool. Activated, in het Engels zeggen we activated charcoal. Is een lange les hoor, maar mijn broek op brokengi. Dus, activated charcoal, een activated charcoal powder, dus geactiveerde houtskool poeder, of geactiveerde houtskool, of gecarboniseerde houtskool, of gecarboniseerde houtskool poeder. Op dit moment, terwijl ik u met u praat, gaat u googelen, op dit moment wordt het verkocht voor boven $3,000 per ton. Hallo, boven $3,000 per ton. En deze geactiveerde houtskool waarvoor je het heeft, daarmee kan je tanden poetsen. Hij creatiefie. Het haalt tandplak weg. Met deze geactiveerde carbon waar je het over heeft, daarmee kan SWM haar water filtreren en geen chemicaliën gebruiken. Maar door kapitalisme en politiek, money moest Mickey, gaan ze daarvoor kiezen. Dus, om te blijven bij die les, ik stel u voor inderdaad. Dames en heren, jammer genoeg kan je nu op dit moment geen geactiveerde houtskool en houtskoolpoeder vinden. Omdat Samuel Hendrikuik alias Slimmy ik alleen produceert in Suriname. We noemen het koila. Natuurlijk niet een reclame, maar het gaat om die subject. Het gaat om het verhaal waarover we het nu hebben. Oké? En deze geactiveerde houtskool inderdaad. Wanneer je rijst hebt gekookt, moet je die geactiveerde houtskool in je potwang klantje. Fos aali sikbakuku. Fosak bakuku. Ano kom blaka. En het is een katalyst. Wat is een katalyst? Het trekt die stoffen tot zich aan. Mooi hè? De natuur is geweldig hè? Als je het kan inzetten. Het trekt die stoffen tot zich aan. En het neutraliseert het. Dat kan je doen met water. Je kan het doen met groenten. Je kan het doen met rijst. Natuurlijk is het een heel lange les hoor. Maar ik probeer voor brokkenbrok in die. Maar je hebt gelijk. En wie loopt dit aan? Ik heb gezien dat u mijn lessen hebt gevolgd. U hebt naar mijn video's gekeken. U hebt ook gelezen op internet. En blijft u het doen. Maar op dit moment ben ik in het proces. En daarom moet u die dingen volgen. Zodat wij die dingen kunnen gebruiken. Maar jammer genoeg. En ik zal het bekend maken wanneer het zover is. Ik zal komen en betalen. En die spot hier draaien bij Lim FM over die actieve houtskool. Lim, ik denk dat ik die vraag heb beantwoord. Ja. Goedemiddag, u bent er uitzending. Hoi, goedemiddag met Bogel. Bogel. Hoi. Meneer Samuel, als die race aanplant wat witte vlieg aantast heeft, dan lukt het met die middel die je maakt met die paddykaf. Dat het weg gaat. Wat is uw naam weer?
Bogel. Meneer Bogel, bedankt voor uw vraag. Meneer Bogel, gaat u zich overtuigen bij meneer Trisno op zijn areaal? Gaat u zich overtuigen bij Prem Charan? Prem Charan Sham? Oké? Die witte vlieg, Bibit vlieg, Satwan, zo we kennen het als Fjofjo. Die houtassijn, kijkt u. Ja. Dit is uit die paddykaf. En dit hiermee 99% van alle pesten, dat betekent alle ziekten, insecten, verdrijf je in je areaal. En het is ook nog een biologische meststof voor die paddy. Oké? Okay? Nog een vraag. Als u hoeveelheden moet maken, makkelijk gezegd, dan gaat u wel veel geld en het gaat veel geld kosten om dit te realiseren. Meneer Bogel, nee, we zijn al bezig. Laat dat voor ons. Okay. We hebben het goedkoop voor u gehouden. Uh-huh. 250 gulden per liter. Uh-huh. En aan de hand van de vraag. Ik rij vanuit Paramaribo Noord. Uh-huh. Met Trojan stond op Lim even het dak binnen. Tafar of ja. Ik rij vanuit Noord speciaal naar Nikeri. Ik train de mensen in Nikeri. En we maken die vloeibare... Kijk, het heeft iets te maken met de totale volksgezondheid in Suriname. Ja. Het is voor... Ik moet wel zeggen, tot nu toe ben ik een paar landbouwers dankbaar in Nikeri, in Saramaka, XDC Dubai, wil ik zeggen. Die gaat full biologisch. Amma, vind je toch? Meneer Dubai, vind me. Ik noem ik niet Chades Angides, maar een foto. Ik blok me naar Saramaka en ik poer alle Sarisades maar bij Afanudu na foto. Maar het is goed. Meneer Samuel, dus dan ik kan gebruiken die Tayawiri... Plantjes. Tayawiri, kora, bhata, paper, superwiri, meneer. Oké, meneer Samuel, in foto pen kan bijen. Je moet gewoon een app voor me sturen. Mijn nummers zijn op Facebook. Je en dan meneer Samuel, ik ben slechtziende. Want Nuno, die moet aan mij reclame. Nuno, we doen aan programma. Je meneer Samuel, mijn naam is slechtziende. Mijn schiboom van mijn smarttelefoon toch. Heb je mensen die je kunnen helpen, die me kunnen bellen? Ja. Doe, laten ze me bellen. Mijn nummer is 86-94-337. 86-94-337. Ja, maar bel me na 6 uur s'avonds. Niet nu, want ik ben bij ja. Nee, gaat u bellen tegen Danny Kerry. Mooi zo. En maar je kunt ook Tris bellen en Prim Charan. De mensen, hun nummer staat op Facebook. Oké, dat Facebook is er nog, Samuel. Ja. Oké, meneer Bogel, dankjewel. Thank you, Bogel. We moeten afronden. Ik wil een paar berichten ook lezen. Graag. Zullen we afronden met die bellers dan? Ja, laat me een paar. Heb je nog water? Ja, mooi. Dat klaar. Die zit ook aan de hand. Laat maar kijken wat ik hier allemaal... Wat raar schiet die jongens aan? Dit moet je bij delen herhalen. Je service bij jou is goed, man. Had je iets anders verwacht? Maar eigenlijk ben je nog aan je water aan doen. Dat ik kan omloeken aan water aan doen. Dat ik veel beter niet. Nee, ik heb alles aan water. Dat is maar basic water. Maak jij nog unleaded uit plastic? Ik maak wel maar voor eigen gebruik. Ik heb, omdat ik bijna in de gevangenis ben beland door deze regering, ze zijn gekomen met RBT en met economische zaken. Ik heb niet langer zo dat die naar school toe. Terwijl ik bezig ben om een protocol waar Suriname zich heeft gecommitteerd om te werken aan mitigatie van CO2. Limbo, ik wil hierover niet praten omdat ik emotioneel ga worden. Maar het is niet goed afgelopen. De politie, vaak komen ze daar om mijn medewerkers lastig te vallen. Of ik daar benzine verhandel. Maar weet je, ik ben volgens mij te vroeg, niet meer niet kwalijk. Ik ben te vroeg geboren. En sommige mensen behoren niet meer tot dit systeem. Maar ik wil niet emotioneel worden. Maar ik wil de meneer zeggen, ik maak wel voor eigen gebruik, ja. Oké, ook Virodan is verboden. Vraag hem als hij ook zo schreeuwt in het wetenschappelijk bureau van NDP. Ja, ik schreeuw ook zo. Sommetaan. Oké. Wat er heeft te maken met de woordvoerder. Mag ik het nummer van meneer Kuik nou even net doorgegeven? 86-94-337. Oké. Sorry. Ik krijg een beetje slaap. Nee, heeft niks te maken met het onderwerp. Oh, dat zou ik net zeggen. Nee, absoluut niet. Ik moet gewoon meer slapen. Ja. Men zegt,
Het lichaam wil, maar de geest weigert. Ja, en we worden niet jonger, toch? Ja, klopt, klopt. Bij de update, man. Even hoor. Ja, ja, ga je. Plotseling mijn app. Niet veel. Ai. Regen aan apps, jongen, kan je je voorstellen. Goedemiddag, Limburg en heer Keuk. In Suriname heb je niet een nationale. Heb je geen Nationaal Controle Instituut? Ik ga een paar dingen lezen hoor. Ja, ga je gang, ga je gang. Middag, ik had Keuk al naar de NDP gebracht. Oh, gado. Hij zou een ballon opzetten tijdens de vorige verkiezingen. Maar dezelfde heer N nam ons niet serieus. Meneer N. Middag, Lim, goedemiddag ook. Zwarte thee is tegengif. Goedemiddag, mijn bericht op FB worden verwijderd. Is daar een reden voor? Ja, de moderator gaat uw bericht niet zomaar verwijderen. Ik weet niet over welk bericht u precies praat, maar... Soms kijk ik en dan... Weet je wat het probleem is? Mensen gaan soms te vaak met elkaar in discussie over allerlei onzin. Terwijl we hier praten over een zeer... Niet alleen vandaag hoor, maar vaak genoeg. Dan komt er een man met een of andere opmerking. Je moet niet reageren op fakers. Want anders ontstaat er een Joharië troezel. En dat ding overschaduwt die hele essentie van waar we mee bezig zijn. Ja. Ik las net een reactie gewoon op. Toen mij discussiëren over jullie, maar ik was de man. Oh my god, don't do this. Trist. Ik gebruik al geruime tijd houtazijn als pesticide. Geweldig. Ik heb gemerkt dat er geen mieren meer in huis zijn. Geweldig. Zijn de komkommers niet vergiftigd? Ik kan je aardiekering maken. Okay. Zijn de komkommers niet vergiftigd? Welke komkommers? Je zei dat je dat gebruikt, toch? Nee, ik koop een drank. En... Presse OMC in je lichaam. Hoe kan je aan een Judas iets van een andere Judas vertellen? Ik reageer op het gesprek en ik ben niet negatief of agressief. Ik weet niet, maar ik kan nu niet reageren op wie verwijderd wordt. Belt u op 54733. Nee. 1, dan vraagt u die moderator. Ik kom me niet bezig met wie geblokkeerd. Ik zeg alleen maar wat... Wat is houtazijn? Houtazijn is houtsap onttrokken uit hout in een anaerobische reactor. We noemen het... dat proces is een anaerobisch proces. Het is een pyroligneus proces. Zijn moeilijke woorden, vergeet u dat. Op een bepaalde temperatuur, je bakt dat hout met warmte. En op een gegeven moment ben je daarmee bezig in een ruimte zonder zuurstof. En dan krijg je gassen uit dat hout. En die gassen ga je in wat wij noemen een condensatorsysteem. En via dat systeem ga je weer via een bepaalde temperatuur ga je die gassen... En hem ontleden. Oké? Je gaat ze kraken. Oké? Het is een krakingsproces. We maken gebruik van een krakingsproces. Een chemische krakings. Het is een enkelvoudige krakingsproces. Maar je kan ook meervoudige krakingsprocessen gebruiken. Maar vergeet dat. Houtazijn is die sap die je krijgt uit die gas die je neemt in een bepaalde apparaat weer op een bepaalde temperatuur. Gaat u op mijn Facebookpagina, gaat u kijken hoe die houtazijn plotseling komt. Het begint te druppelen vanuit rook, vanuit gas. Is een heel mooi ding, heb ik gezet op mijn Facebookpagina. Gaat u het bekijken, maar zo krijg je houtazijn. Je krijgt houtazijn uit bijna alle houtsoorten en ook uit dus biomassa. Alles wat groen is of alles wat hout of houterig is. Ik hoop dat het duidelijk is. Oké, een Jayasanamang, niet geschikt voor de oude politiek, te progressief. Ja, dat is weer een ding. Nori tablet is actieve kool. Nori tablet tegen diarree. Ja, is een heel goede tablet, is vaak actieve houtskool. En die kunnen we ook zelf produceren, hier in Suriname hoor. Maar het is activated charcoal, wat in tabletjes is gemaakt. Actieve houtskool, dit ding moet men ook hebben in het binnenland. Gaat u lezen op Google, gaat u niet naar gekke dingen kijken. Gaat u gewoon intoetsen, actieve houtskool. Heel goed tegen slangenbeten. Actieve houtskool is heel goed tegen intoxicatie. Dat betekent als iemand zich een verdelgingsmiddel tot zich heeft genomen. Laat me u zeggen, in alle ziekenhuizen in Amerika
is er actieve houtskool. Het wordt jou toegedrukt in je keel als jij als er een geval van intoxicatie is. Het wordt ook in het ziekenhuis in het buitenland gebruikt. Die wand, een slangenbeet, wordt gebombardeerd met actieve houtskool. Het zuigt, ik heb u gezegd, het is een katalysator, hè. En het zuigt alles. Het zuigt alle gif uit je bloedbaan. En iemand zou je graag in discussie willen zien en horen met meneer Stuttgart. Dus het buitenland moet geen Surinaamse rijst importeren? Nee, ze doen dat ook niet. Ze doen dat alleen in Guyana en een paar andere landen. Kijk, Aruba doet het, omdat ze zijn... Het is heel ver vanuit Europa om rijst naar daar toe te brengen. Aruba heeft een Surinaamse rijst. Maar what can they do? They need to feed their people. Mensen moeten gevoed worden. Limburg, goedemiddag. Het spijt mij. Op meekomst kijk over als een megalomaan. Anderen moeten lovend spreken over jouw verdiensten, niet jezelf. Indien je echt bent, wat Kuik over zichzelf beweert, dan past bescheidenheid. In welk land, waar heeft hij gestudeerd, welke graad? Wat is het namelijk? Kort. Wat is het namelijk? En dit soort mensen heb ik geen woord. En het is niet dat ik niet kan tegen kritiek, want ik sta op social media. Maar je weet, het volkslied roept mij op dat ik alles moet doen. U die deze opmerking hebt gemaakt, doet u van uw kant alles. Ik heb 3,5 miljoen geïnvesteerd in die kerenreactor. Doet u van uw zijde alles om Suriname en haar Surinamers te beschermen en te verhogen. Maar aan uw poepzakverhaal, dat hebben wij niets. Heeft de heer Kuik... Een vrouw. Nee, ik heb een man. Word niet boos. Ik denk dat het... Ik heb een heel lieve vrouw en een dochter. En ja. Ik heb een heel prettig gezin. Lem, de man praat over heel belangrijke dingen. Heel leerrijk, inderdaad. Kan je vragen aan Slimmy. Sinaas grapefruit. De groene buitenschil. Van watermiljoen maakt de grond ook weer vruchtbaar. Ja, heel goed, ja. Als dat zo is, waar halen we de hoeveelheid vandaan? Ja. Laat me dat gewoon lezen. Deze persoon zegt niet voor de uitzending. Ik zou graag wel een keertje willen zitten. Dat hangt aan de moderator, aan de presentator af. Mm-hmm. Met een paar mensen als meneer Stuttgart, meneer Dr. Codrington. Hij is klinische chemie gedaan. Dus je wil zitten om met mensen om diep over dat ding te praten. Omdat we echt een groot volksgezondheidsprobleem op ons hebben afstevenen. En we moeten op een of andere manier dat afkesten. Door te zitten en te zitten bakkeleien gaat het niet aan hem vanzelf komen. We moeten werken omrokken. Een boek dat ons hiermee kan helpen zoveel mogelijk biologisch en natuurlijk te leven. Ja, klopt, ja. Is The Blue Economy. Ja. 10 years, 100 innovations. Alles wat ik heb gezegd staat in dat boek. 100 million jobs van Günter Pauli. Ja, is een mooi boek. Ik ken het ook. En ik raad mensen aan om het te gaan zetten op hun reader. En dat zo doorlezen. Iemand zegt, gelukkig heeft Limbo geen vruchtbaarheidsstoornis, want Pasaki's tweeling. No, gelukkig. Ik denk dat je heel veel antioxidanten hebt gebruikt. Dat is ook één ding. Ja. Kijk, als we contaminatie hebben in die gewassen die we consumeren, dan is het ook goed dat we met een oplossing komen. Een van die dingen is dat we veel antioxidanten moeten gebruiken. Maar dan moet je ook weten wat in groente en fruit zit, welke antioxidanten wij hebben, ter beschikking hebben. En het is heel slecht gereguleerd in Suriname. De meeste dingen zijn pulp en hebben zoete aanmakende stoffen, hebben chemicaliën, hebben chemische stoffen erin. Ze zijn non-artificial, noemen we dat. Ze hebben een chemische smaakmakers en dat soort dingen. Het is niet goed. We moeten die echte fruit en groenten hebben met antioxidanten. We denken bijvoorbeeld aan bloemkool. We denken bijvoorbeeld aan broccoli. Dat zijn groentesoorten met antioxidanten. Antroa is een goede antioxidant. Sopropos is een antioxidant. Poe, lauki terooi. Die gladde, lange dingen zijn ook antioxidanten. Aan fruit hebben wij guave en een paar andere dingen die heel goed zijn voor de mens. Middag, waarom hangt de vlag half stok op het plein? Is er iemand van het huis van de pres overleden of een hoge functionaris?
Of is het voor de verloren drugs? Nogmaals, wees kreef Zaniara. Strenge regels en controle. Niet lang geleden werd de groente van Suriname in beslag genomen en afgekeurd in Frans-Guyana. Ja, klopt. Toen had de minister van LVV al moeten ingrijpen en controle laten uitvoeren om herhaling te voorkomen. Mm-hmm. Gisteren nog, en toevallig... ja, goedemiddag. Iemand uit Nederland heeft mijn zus gewaarschuwd om geen India-rijst te gebruiken. Het geeft longkanker. Gisteren nog, en toevallig komt dit onderwerp vandaag langs. Wie het laatst lacht, lacht het best. Dewan sa e laf ding rasta. Sang e prani srefi. En nya den prani sa den prani. Ja, so, die mensen eten. De rasta, hè? Ja, so meer organisch, hè, zonder chemische meststoffen. Ze gebruiken kippenmest en dat soort dingen. Glyfosaat is vorig jaar beneden de EU, of binnen de EU, voor de tweede keer goedgekeurd. Ja, en... Hoe hou je dan zo'n middel en andere gifstoffen voor de mens buiten Suriname? Ja, voor Europa hebben ze dat nog voor een jaartje toegestaan. Omdat ze geen oplossing hebben. De wereld moet gevoed worden. U moet begrijpen. En weet je wat, Limbo? Ik heb het al zoveel keren in deze uitzending gezegd. En ik blijf het doorzeggen. Kijk, het is leuk. Het is leuk om te praten over onderwerpen. Mm. Om onderwerpen aan te halen en te bediscussiëren. Maar hebben wij... draag jij een lange termijn oplossing? Want als je het ene gaat saneren, zeggen wij saneren. Daarom heb ik gezegd, ik ben met dit onderwerp gekomen, Limbo, om te zeggen, kijk, laten we glyfosaat saneren. Laten we diazinon, redkill, VID8, alles saneren. Waarom? Wij hebben afval dat voor ons een last is. Mensen, kijkt u, het is een last. En hieruit maken wij die pesticiden en die herbiciden en die biologische mest. Dus dat kunnen we wel saneren, ja. Mikataki, we kunnen het stopzetten. Want wij hebben een vervanging. En als je geen vervanging hebt, weet je hoeveel miljoen ton de EU produceert? Ze moeten miljoenen, honderden miljoenen mensen dagelijks voeden. En als je geen vervanging hebt, en weet je wat? Limbo, wij kunnen het toch voor ze verkopen? Even produceren, dan weer Serengeti. Hebben we daar ook een valuta-inkomstenbron voor Suriname. Maar als je hoofd, de inhoud van je hoofd is als de kleinste schelp op een strand, dan wat kan je doen? Minister Stuttgart heeft eens in uw programma geadviseerd om reeds 4, 5 of zelfs 6 keer te wassen in voldoende water om zo chemicaliën eruit te krijgen. Kan het helpen? Ja, dat kan. Dus laat me zeggen, die bovenlaag, hè? Die bovenlaag. Wat in die korrel is, aan nutriënten wat is opgenomen, dat kan je niet weghalen. Maar zoveel mogelijk, omdat die boeren ongebreideld spuiten. Hè? Ido, kan ik die man kwalijk? Die mannen verliezen daar miljoenen, Limbo. En die mannen willen hun verlies niet verbranden. Er zijn inderdaad meetapparaten gehaald door LVV om de groente, vooral in de vroege ochtend voor opening van de markt, om het te meten, nooit meer wat van gehoord. Nee, laat me zeggen, dat is niet correct. Dit is een super eye-opener voor dit getergd volk. Het product, de houtazijn, komt het in de handel om vooral de kleine man die zelf wat plant thuis te helpen om gezond te planten. Klopt, helemaal. Het eerste moet ik zeggen, meneer, er is niet dat er een meetapparaat is, als een cellulair of een of ander apparaat waar je een antroa erop zet of een kailan, dan ga je zien hoeveel parts per million erin zijn. Je moet in het laboratorium, je moet in het lab gaan en je moet een chemische analyse doen op al deze producten. En het is een vrij ingewikkelde analyse waar je ook een heel dure HCL-machine voor nodig hebt. Mensen als meneer Stuttgart en meneer Codrington en andere laboranten, jullie zullen me begrijpen. Maar ik denk dat men nu bezig is met CAFSA, met het lab. En ik denk dat waarschijnlijk dat zo. Ik hoop dat het zou kunnen. Maar if I know that, me want do me best voor jaar in Konasarana wel. Oké, Sam Slimmy, we moeten er echt uit. Iemand zegt nog, er is ook een manier van planten zonder pesticiden. Daar krijgen we een video erbij. Goedemiddag Limburg. Meneer Samuel Kuik, big up. Misschien kan een kleine Surinaamse man het probleem wereldwijd oplossen. Teach him. Teach them. Bedankt. We doen ons best door.
planten in kasten lijkt mij het best. Ja, dat is kijk, een oplossing, ja. Eerlijk, komkommer heb je gewoon gekocht over straat. Parwalrijs. Oké. Mensen, hou je weer geen berichten meer, want ik kan ze niet meer lezen. Titels en hoge functies zijn geen zekerheid van intelligentie. Klopt. Laat Kuik zo doorgaan en zich niet storen aan de zogenaamde intellectuelen met gekochte titels. Dank u. Dat klopt als een zwerende vinger wat u zegt. Mm-hmm. Graag Kuik vragen. Wat moet ik hem vragen? Wat voor studie hij gedaan heeft? En dan deze man voor preszang. Om alles om te draaien. Je moet een jas aantrekken dat je past. Hai. Ik trek een jas aan dat mij past. Samuel, bedankt voor het komen. Je mag een closing statement maken. Ik wil gebruik maken, vrienden van Lim FM, dames en heren, iedereen die luistert, waar u ook bent en die kijkt. Ik wil u allemaal bedanken voor de bemoedigende woorden. Ik wil Lim FM bedanken met de gelegenheid geboden. En als u die grote motivatie krijg ik van u. Wij krijgen het van u en daarom krijgen wij kracht en energie om door te gaan. Dames en heren, bhai or bhino, ik wil u zeggen vandaag, probeert u zoveel mogelijk gezond te leven en te eten. In de voedselverwerking op de universiteit worden studenten geleerd, good in, good out, bad in, bad out. Met name bij de voedselverwerking. Eet u goede dingen, dan mag u iets goeds verwachten dat uw leven intact is en blijft. Eet u slechte dingen, gaat u het merken aan binnenin wat zich afspeelt in uw leven. U gaat de huisarts moeten bezoeken, de medische specialist. En u gaat heel veel onhebbelijkheden meemaken. Denk aan uw leeftijd. Alles wat u slecht doet, voor dat heeft Wayland McDonald me geleerd. Dr. McDonald, alles wat u slecht doet voor uw 40ste, gaat u ontdekken na uw 50ste. Doet u dat alstublieft niet. Ik wil u zeggen. Mina, je bijna klaar, ik ben je. Moet ik je eerlijk. Dames en heren, plant u thuis. Doe iets. Gebruik kippenmest. Als u hout als hij kunt vinden, gebruikt u die bij mij. Product krijgen bij mij of waar het is. Ik roep alle landbouwshops op. We zijn Surinamers onderling. Laat kapitalisme ons niet doden. No me kukir makandra om money. En de overheid, ik doe een beroep op u. Doet u iets? Ik weet niet wat. Vraagt u het niet aan mij, want de tijd is kort. Ik help door. Ik heb een project als een project neergezet. Te Clara Polder, dames en heren. Eet u en leeft u gezond. En ik hoop en mijn bede en wens voor u is. Dat zoals het volkslied op ons allen oproept. Al wat goed is te betrachten. U moet moeite doen tot uw laatste adem voor Suriname en uw broeders en zusters in Suriname. Heri libite na dede, wisa fiti gitranang. Denbaat. Dank u en metaku gratangi. Samuel Kuik in deze BT, tapa Frida Bakanadisi mensen. Maandag is er geen Bakanatori. Want dat was zingen. Maar ik ga wel eten bij de mensen die olie vieren. dat shoot off is allemaal. Ja, okay? Mensen, veel succes. Nog een drinks op je te kweet. Holly is die mannen gaan uit hun dak. Ik hoor gentleman is op het plein en zo. Het wordt gezellig druk. Gezellig druk. Als aan op Baster. Maar goed, enjoy it. Het is overwinning van het goede over het kwade. Dus de boodschap is geweldig. Dus maak er iets moois van. Een geweldige dag. Een fijne holiday. We wensen alle organisaties die activiteiten hebben. Veel succes toe. Iedereen die gaat stappen. Maak er iets goeds van. Iets leuks van. Maar geef ook EO bezig zijn. Inhoud aan de boodschap voor Afis. Overwinning. Voor Allah. Takrusani. Over Boomsani. Nee. Voilà, Boomsani.
over de Takurusani. Ja, toch? Het goede moet heersen over het kwade. Bedankt voor dit programma, Samuel. Nogmaals bedankt voor het komen. Kijkers en luisteraars, bedankt voor het luisteren, voor het kijken, voor het bellen. En vergeet niet, dat moet ik ook doorgeven. We hebben later de hitparade om 8:00 met Sylvana. We hebben de reggae jam met Brian Mann om 9:00. Morgen is zaterdag, dus we hebben op de zaterdag morgenochtend om 10:00 krijgt u in extenso natuurlijk de heruitzending van Rechtop met als gast de advocaat Raoul Lobo. Morgen om 10:00 de herhaling en morgenmiddag ook herhaling van Culturo Leri. Morgenmiddag in tegen 4:00 is Charmander met zijn Sadrabaka Nakik. En u vergeet niet dat op de zaterdag het nieuws hebben om 12:00 en de herhaling om 6:00. We hebben aanstaande zondag een nieuwe aflevering van Senior Spiegel met een nieuwe gast. En u vergeet niet ook Connecting the Dots met Rappa, Robbie Parabiersing, om 1:00. En aanstaande zondag om 4:00 retrospectie met de voorzitter van Doe. Dat is dus de heer Steven Alfaisi. Zondagavond, de Golden Memories. Fijn weekend, geniet ervan en fijne holiday maandag. En we zijn er weer met Baganda Tori, dinsdag. Goedemiddag.